De PBL Academielezing, dames en heren, is al een beetje een traditie. Door mijn voorganger ooit, zeg maar even, gestart. Als onderdeel van het bredere kennislandschap. PBL is natuurlijk een instituut wat zich bezighoudt met het produceren, verzamelen, ophalen, rubriceren, ordenen, doorgeven van kennis. Ten behoeve van beleid, nationaal beleid, maar in het verlengde daarvan ook regionaal, Europees, mondiaal beleid. En ik beschouw eigenlijk, toen ik geconfronteerd werd met dat fenomeen van die PBL Academielezing, dat die academielezing gewoon een onderdeel is van dat kennislandschap. Dus het is niet zozeer het toefje op de taart, hè, de kerst op de taart, een soort van toevoeging. Maar het is een onderdeel van dat bredere kennislandschap. Kennis ophalen, kennis delen, kennis verspreiden. En die academielezing is een mooie manier om mensen bij elkaar te roepen, hier in Den Haag, hè, bewust, zodat ook beleidsmakers daaraan kunnen deelnemen. Om dan kennis te maken met toonaangevende, echt grensverschuivende internationale inzichten. En dat gaat vanmiddag weer gebeuren hier, kan ik u garanderen. Want we hebben vanmorgen al een interessante sessie gehad. Die ook in het verlengde stond van wat hier zo meteen gepresenteerd gaat worden. Het heeft ook voor PBL al een heleboel interessante inzichten opgeleverd. En die gaan wij vanmiddag, denk ik, voor een deel ook in de discussie met elkaar delen. Thema van vanmiddag, of het... Ik moet zeggen, de persoon van vanmiddag, want het gaat altijd om een vooraanstaande wetenschapper die hier gepresenteerd gaat worden en die zijn eigen werk hier presenteert, dat is natuurlijk Hans Bruinings. Hans, welkom. Ik denk dat hij in de kringen die hier aanwezig zijn niet veel introductie behoeft. Natuurlijk directeur van de European Environment Agency, of in normaal proper Nederlands het Europees Milieuagentschap. Dat klinkt dan weer toch iets anders, zou ik maar zeggen. Hij zal vanmiddag gaan spreken over de Europese transitieagenda, staat hier. Maar ergens anders heb ik gezien de Europese transitieagenda's, het meervoud. Nou, we zullen vanmiddag gaan zien of dat meervoud inderdaad een zekere betekenis heeft. Er zijn twee bronnen van waaruit hij zijn verhaal zo meteen zal gaan vertellen. Dat is het 7e Europese Milieuactieprogramma, natuurlijk. Ja, met de prachtige, omnieuze titel Goed leven binnen de grenzen van onze planeet. Ik denk dat het een veelbetekende titel is die ook input zal geven, denk ik, aan wat dadelijk de transitieagenda zal zijn. En de tweede bron is State and Outlook Report of the Environment. Ik weet niet of u het al hebt kunnen bekijken op de website. Het is wel omvangrijk, het is een groot document waarin Europese, en nog zelfs verder dan de Europese grenzen, allerlei data, ontwikkelingen verzameld worden op het gebied van milieu en omgeving. Veel betekenend met stoplichten. Groen, oranje, gol, rood, geel. Waaruit blijkt, misschien is dat een beetje een voorzet op wat de presentatie vanmiddag zal zijn. En ik denk dat het ook herkenbaar is voor de Nederlandse situatie. Dat enerzijds duidelijk is dat we op de een of andere manier op de goede weg zijn. Dus er is een draai gemaakt in de richting van een meer duurzame samenleving, meer duurzame economie. En dat ook een conclusie is, beleid doet ertoe. Dus beleid is zeker geen soort van afhankelijke variabele, maar is een onafhankelijke variabele in dat spel, een onafhankelijke actor in dat spel. Maar dat tegelijkertijd de veranderingen tegen hun grenzen aanlopen. En dat we er niet meer mee komen door alleen maar meer efficiënter in de huidige bestaande systemen te werken. We zullen over die systemen heen moeten springen. En dan komt natuurlijk het thema van de transitieagenda in beeld. Hans krijgt zometeen 3 kwartier... voor zijn verhaal, om ons te inspireren. Hans, ik mag je alvast vragen om naar voren te komen. Graag een applaus voor Hans Bruinings. En terwijl je even kijkt of alles werkt en de zaal even in je opneemt, wil ik alvast even de co-referent aankondigen nadat Hans zijn presentatie gegeven heeft. Zal Arthur Mol, rector Wageningen, hoogleraar, bekend vanuit internationaal milieubeleid, bouwer, leider van de Environmental Policy Group in Wageningen, een co-referaat geven. En ik wil ook al even van tevoren zeggen, want het programma loopt een beetje in elkaar over. Arthur moet eerder weg. Dus voordat we onze discussie hebben afgerond, gaat Arthur weer de zaal uit. Maar dat nemen we hem helemaal niet kwalijk. We zijn al dolblij dat hij vanmiddag in zijn drukke agenda wat tijd heeft kunnen vrijmaken om hier aanwezig te zijn. Without much ado dan, nu Hans, onze aandacht voor jou. Goed, hartelijk dank, Hans ook. Dames en heren, het is echt heerlijk om hier vandaag te zijn en om een beetje toe te lichten wat wij vanuit het Milieuagentschap
aan transitie denken doen, waarom we dat doen en wellicht ook hoe het verbonden is met die Europese agenda en de Nederlandse agenda. Helaas ben ik niet aangekondigd als het toetje op de taart. Ik had dat graag een keer geweest, maar dat zal dan voor een andere keer zijn. U merkt meteen ook aan de slides dat u vandaag in 3 talen zal bediend worden. In het Nederlands, in het Engels en in het Vlaams. Ik hoop dat u de taalvaardigheid in de 3 talen zal aanwenden om het verhaal te volgen. Ik heb met opzet niet alle slides die wij gebruiken vertaald in het Nederlands. Dat is helemaal niet nodig in dit gezelschap. Maar misschien heel kort, wie zijn wij als milieuagentschap, als EEA? We zijn een officiële instelling van de Europese Unie. Wij werken met 33 leden, dat zijn de 28 van de Europese Unie en daarnaast IJsland, Noorwegen, Zwitserland, Liechtenstein en Turkije. We zijn de enige instelling in Europa waar Turkije vol lid van is, niet geassocieerd lid. En wij werken samen met de 6 West-Balkanlanden. Daarnaast werken wij samen met de 6 Neighborhood East-landen en de landen rond de Middellandse Zee. Dus wij werken met een 50-tal landen samen. En wat wij doen is kennis brengen naar Europese beleidsmakers. En Europees voor ons wil zeggen Europees niveau. Dus de directoraten-generaal, de commissie in Brussel. Maar evenzeer op nationaal niveau. Hè. En dat is in de uitvoerende kant. Wij werken ook samen met parlement, Europees parlement en een aantal andere instellingen. Wij hebben een 200-tal mensen in Kopenhagen, die uit een 30-tal landen komen. Maar wij werken samen met een 300-tal instellingen in Europa, waaronder PBL, RIVM, Altera, een aantal die hier ook vertegenwoordigd zijn. Dus wat ik vandaag voorstel, is niet alleen het resultaat van het werk van die 200 mensen en mijn eigen hersenspinsels, maar ook een collectieve soort inzicht dat in Europa gebouwd is in de laatste jaren. Goed, wat wij doen, in essentie vatten wij samen in wat we noemen ons NDIAK-model. Wij gebruiken heel veel data die gemonitord is van stations die her en der staan, land, water, lucht. Wij werken rond geluid, rond al die dingen. In toenemende mate ook Copernicus-data van satellieten, waar wij een sterke component in spelen. Wij creëren dan data die Europees vergelijkbaar is. Dat is een zwaar proces. Van iets dat gemonitord is in al die verschillende landen, iets maken dat een gemeenschappelijke basis heeft, vergt wel wat tijd. Dan creëren wij indicatoren. En dit is waar een aantal mensen ons willen stoppen. Ja. Men zegt, jullie zijn dat indicatoren- en informatiecentrum voor Nederland. En ik zeg dan altijd, nee, wij zijn niet de environmental bookkeepers of the European Commission. Wij zijn een kennisinstelling. Dus wat wij doen, zijn ook assessments. Ja. En wij creëren, als je dat allemaal samenneemt, een kennisbasis die voor beleidsmakers van belang kan zijn. Ja. Nu, om de 5 jaar brengen wij onze beste kennis samen in de State and Outlook of the Environment Report. En wat we daar doen in essentie is 3 dingen. Enerzijds kijken we naar die gemonitorde informatie, hoe staat het met waterkwaliteit, luchtkwaliteit, al die dingen. Anderzijds koppelen we dat aan een beleidsagenda en kijken we vooruit. Als die beleidsagenda zich verder zet, waar denken we dan dat we zullen eindigen binnen 20 jaar, 10 à 20 jaar. En ten derde maken wij ook een reflectie over hoe is dit gekoppeld aan innovatie, investeringen, aan dat soort agenda. En dat hebben we deze keer, in deze versie, wellicht meer gedaan dan ooit tevoren. Wat het meest bekend is, is ons syntheserapport, vertaald in alle talen ook. Maar daarnaast zijn er 4 andere componenten. Dat zijn de global megatrends, omdat we ervan uitgaan dat Europese milieubeleid meer en meer alleen kan begrepen worden in zijn connecties, interdependenties, ook met wat er zich buiten Europa afspeelt. Wij voorzien 4 pagina's rond 25 thema's Europese briefings. En onze aanpak is daar, die staan online. Je kan naar iedere briefing gaan. Je kan daar om even wat aanklikken en dan word je verwezen naar 5, 6, 7 rapporten of naar datasets die je kan downloaden. Dus dat is het transparantste
transparante, gebundelde kennis rond een aantal thema's. Dan hebben wij ook ons landen vergeleken rond 9 kernthema's, zodat je een beetje kan kalibreren waar je zit. En wij hebben aan alle landen gevraagd om 4 pagina's te rapporteren over hun eigen state of the environment. Daar hebben we wat innovatie in gebracht. We hebben daar peer review gedaan. Toen ik dat voorstel deed, van kunnen we dat niet op in een beschermde ruimte openstellen, waarbij Duitsland de 4 pagina's van Frankrijk kan becommentariëren. En omgekeerd zei men, doe dat nu maar niet. Dit is geen goed idee. Maar uiteindelijk is dat een heel goed leerproces geweest. Dus de landen stonden daar sterk achter. Ook 3 regio's, dat is de Zwarte Zee, de Middellandse Zee en de Arctische regio. Omdat dat de kernzones zijn waar ook Europa rond werkt. Wij framen qua tijd ons werk in 3 periodes. Enerzijds is het een respons aan het acquis communautair. Alle wetgeving waar wij moeten over rapporteren, dat is onze kerntaak. Daarnaast kijken wij heel sterk aan hoe dat allemaal past in die Europese 2020-agenda, die uiteraard breder is dan eng milieu of klimaat. Die gaat een stuk verder. En die evolueert zeer snel in ons domein naar een 2030-agenda. Denk aan de klimaat- en energiedoelstellingen. Denk aan doelstellingen rond biodiversiteit, nu de circulaire economie, de Sustainable Development Goals. Dus die heb je daar. Maar wat wij een belangrijke vernieuwing vinden in het Europese milieubeleid, is dat in toenemende mate 2050 een eikpunt wordt. En dat eikpunt ligt voor een belangrijk deel vervat in de visie van het 7e milieuactieprogramma. En merk je ook rond, uiteraard, klimaatverandering. Merk je rond een aantal doelstellingen in lucht. Als we dan gaan naar die 2050-doelstelling in dat Europees beleid, en dit is het 7e milieuactieprogramma, dan merk je inderdaad dat wij aan onze burgers beloven dat ze tegen 2050 gaan leven in een planeet die een goed leven garandeert, of op een planeet die een goed leven garandeert aan iedereen, maar binnen de grenzen van die planeet. Ja. Dat is een redelijk sterke visie. Daarvoor gaan we 3 essentiële dingen moeten doen. We gaan moeten evolueren van een lineair economisch model waarbij we historisch dingen opgraven. Ja. Daar producten mee maken die niet echt verschrikkelijk goed gemaakt zijn. Dikwijls ook nauwelijks gebruikt worden. Nogal snel stuk gaan. Waar we dan een beetje amechtig proberen om dingen uit te recupereren en te recycleren, maar die meestal een stille dood sterven, ofwel verbrand worden, ofwel terug aan moeder aarde gegeven in een niet zo verwerkbare vorm. Dus daar moeten we vanaf naar een circulaire economie. Belangrijke trendbreuk uiteraard. Daarnaast biodiversiteit en natuurlijk kapitaal, dat beschermd wordt op een fundamentele wijze. Ja. En ten derde een koolstofarme groei. Dus dat zijn de 3 hoofddoelstellingen. Waarom doen we dat? Voor een veilige en duurzame mondiale samenleving. Ja. Heel wat debat, bijvoorbeeld over de vluchtelingenstromen uit Syrië, is natuurlijk ook gekoppeld aan dit soort veilig en duurzaam. Ja. Daar wordt nogal wat over gezegd. Dat gaat nu voorbij aan de lezing van vandaag, maar dit is de visie. Wat mij betreft is dit ook een zeer fundamentele breuk met wat ik noem het klassieke duurzaamheidsdenken. Dit is wat we allemaal gebruikt hebben sinds midden van de jaren 80, het Brundtland-rapport, waar we zeggen het is de integratie van de sociale dimensie, de milieudimensie en de economische dimensie. We geven ze dan nog de juiste politieke kleurtjes en dan zijn we tevreden. En dan waar die magisch overlappen, daar noemen we dat duurzame ontwikkeling. En eigenlijk is het antwoord natuurlijk niet, want dit is denk ik interessant geweest om denken te stimuleren, maar dit is natuurlijk intellectuele onzin. Ja. Je kan op lange termijn op een eindige planeet niet een beetje duurzaamheid hebben. Dus het model dat wij opgenomen hebben in ons 5-jaren-programma is Living Well Within the Limits of the Planet, de titel van het 7e actieprogramma, waarbij we zeggen, die ecosystemen zijn de boundary condition en de echte duurzaamheid zal erin bestaan om de kernsystemen waarop die samenleving gebouwd is, om die te organiseren binnen die grenzen van die planeet. Dat is de betekenis daarvan. Je kan dat ook vertalen in het gaat niet om een klein pijlertje aan de economie toe te voegen en dat noemen we dan de groene economie.
En dan na 5 jaar houden we een groot feest, want die is met 50% gestegen van 6% naar 9% van de economie. Dat is niet de bedoeling. Ja. Het is uiteraard de bedoeling om het geheel op termijn binnen die grenzen te organiseren. U ziet hier meteen de link met het thema van vandaag, hè, die transities waarbij wij kijken naar beleid, naar waarden, technologie, wetenschap, marktcondities. Het is een bredere interpretatie van die milieu- en klimaatagenda. Ik ga nu de conclusies geven van de State and Outlook of the Environment Report en dan kan ik ze daarna onderbouwen. Ja. De 4 kernconclusies zijn de volgende. 1. Beleid werkt, wat voor beleidsmakers altijd een opluchting is. Hè. Beleid werkt als het voldoet aan 3 condities. Het moet ambitieus zijn, het moet goed geïmplementeerd zijn en het moet goed gemaakt beleid zijn. Hè. Er is nogal wat slecht gemaakt beleid op allerlei vlakken, ook op het vlak van milieu en klimaat. En het hele debat rond better regulation, als dat onder die betekenis kan vallen, is het wellicht een bijzonder nuttig debat. Hè? Want je wil betere regulering. Hè? En dan heb je natuurlijk een impact op 3 niveaus. Hè? Je krijgt een beter milieu. Je krijgt een gezonder milieu. En dit is denk ik voor publieke legitimiteit heel belangrijk. En je krijgt bovendien een stimulans voor economische innovatie en een ander soort competitiviteit, een economie die eerder toekomstgericht is. Nu, ondanks 4 decennia van dit soort beleid in Europa, ja, en dat heeft zijn resultaten, ik ga die zelfs tonen, zeggen wij wel als conclusie dat we blijven zitten met grote fundamentele problemen die gekoppeld zijn aan de niet-duurzaamheid van onze systemen van produceren en consumeren, systemisch. En de globalisering sinds de jaren 80, laat jaren 80 en jaren 90, heeft die razendsnel geglobaliseerd. Dus je hebt nu een globale context en een systeemcontext die maken dat je met fundamentele, persistente en emerging challenges zit. Wanneer we dan kijken naar de beleidsbenaderingen die we nu hebben, en dat is een beetje de geïnstitutionaliseerde salami-benadering, hè, als we nu ieder jaar die curve maar 0,6% in de goede richting krijgen, dan gaan we er wel komen. Onze conclusie is dat we er dan niet gaan komen. Ja. Dus die 2050 doelstellingen zijn niet binnen handbereik door het gewone reguliere beleid verder te zetten. Daarvoor gaan we moeten naar een transitiebenadering gaan. En dan een vierde conclusie, die natuurlijk belangrijk is ook voor beleidsmakers, ja, en voor andere actoren in dit speelveld. Europa hoeft daar geen angst voor te hebben. Wij denken eerder dat dit een opportuniteit is om een leidende rol te spelen in de economie en de samenleving van de toekomst, eerder dan ons krampachtig vast te klampen aan de modellen van de 20e eeuw. Goed, ik ga dat nu wat opbouwen. Het 7e actieprogramma heeft 3 grote prioriteiten. De eerste prioriteit is de bescherming van natuurlijk kapitaal. Ik ga niet in details gaan, geen angst. Dit is een redelijk self-explanatory systeem. Waar zien wij trends in de laatste 5 tot 10 jaar rond die natural capital die zich in de groene zone situeren, positieve trends, waterkwaliteit, ja, luchtkwaliteit en de impact op ecosystemen. Wat u zal zien in de groene zone is meestal pollutiebestrijding. Ja. Dus we zijn relatief goed geweest in het bestrijden van vervuiling. Daar zijn we goed in geweest. Waar zitten wij in de rode zone? Daar zal u termen zien terugkomen, 3 termen die altijd terugkomen. Biodiversiteit, ja, ecosystemen en klimaatverandering. Ja. Met andere woorden, en dat is denk ik de interpretatie die wij eraan geven, het is niet omdat je chemicaliën, pollutie uit water of lucht haalt, dat je sterke systeemkwaliteiten creëert. Dit is niet hetzelfde. Een goede chemische of verbeterde chemische waterkwaliteit of zelfs biologische waterkwaliteit leidt niet noodzakelijk tot goede ecosystemen, water-ecosystemen. Die 2 zijn niet noodzakelijk verbonden. Hetzelfde geldt uiteraard voor klimaatverandering. Waar gaan we van groen naar geel in de toekomst? Dat is de belangrijkste verschuiving hier. Op waterkwaliteit en luchtkwaliteit wil dit zeggen dat wij onze
vertrouwen kwijt zijn in het Europese water- en luchtbeleid. Helemaal niet. Daar komt de globale context kijken. We meten meer en meer in Europa en in sommige delen van Europa meer. Lucht- en waterkwaliteitsproblemen die komen van overal op deze planeet. Ja. En we zijn daarin niet alleen. Aan de westkust van de Verenigde Staten meet men ook de impact van Chinese vervuiling. Dus dit wordt een globaal probleem. Ja. Dus daar zien we een toekomst die net iets minder groen is. Ja. Rond efficiëntiewinsten en low carbon economy. Waar zitten we hier in het groen? Waste management. Ja, we behandelen op Europees vlak onze afval wat beter. In sommige landen een stuk beter, in andere landen een klein stukje beter, maar beter. Ja. We zijn beter geworden in energiegebruik, we zijn efficiënter geworden, minder fossil fuels. Ja. Industriële pollutie, water, land en lucht, ook verbetering op die dingen, efficiëntie, winsten, ook greenhouse gas emissions. Ja. Op Europees vlak, sinds 1990 hebben we de economie zien groeien met ongeveer 46% en de emissies zien dalen met 23%. Absolute decoupling. Daar zijn we relatief goed bezig. Hè. Waar zitten we? Waar gaan we van groen naar rood om de verschillen aan te tonen? Rond die greenhouse gases en climate mitigation, omdat alle modellen die er tot nu toe lopen, die trendlijnen verder zetten van business as usual en zelfs business as usual plus. Hè. Of je nu de Energy Agency neemt of andere, die zeggen dat we meer broeikasgassen gaan uitstoten en dat we dus een versnelde opwarming gaan krijgen. Hè. Als we niet drastisch het wiel omgooien. Energieconsumptie en fossil fuel use op globale schaal, daar zien we een stijging in die modellen. En wanneer het komt rond transport en milieu-impact, dan zie je dat dat niet duurzame systeem van individuele automobiliteit zich verder verspreidt en dat we daar de impact van gaan zien. Hè. Rond pollutie gaan we van groen naar geel. Dit heeft ook weer te maken in waste management met globale stromen die minder onderhevig zijn aan Europees beleid, maar wel aan het falende beleid buiten Europa. Ja. Dan milieurisico's met betrekking tot gezondheid. Groen, dezelfde woorden komen terug, water pollution. Ja. We zijn beter in waterkwaliteit, wat betreft vervuiling. Waar zitten we in het rood? Climate change. Ja. En hier ook in chemicaliën, waarbij we meer en meer verstaan dat kleine dosissen van cocktails van chemicaliën doorheen de levenscyclus een impact hebben op gezondheid, gaande van carcinogeen naar obesogeen, dementiogeen. Er zijn allerlei dingen die beschreven worden in de literatuur daar. Hè. Goed, dus in het climate change hier ook een risico. Een van de meest sprekende kaarten die ik daar in het laatste jaar van gezien heb, is een kaart van Groot-Brittannië, waar men de verspreidingspatronen van malaria voorspelt. Ja. In mijn hoofd zitten malaria en Groot-Brittannië in twee compleet gescheiden kamers, moet ik zeggen. Maar in de toekomst, men heeft dus dat soort modellen. Hè. Bon, dus daar... Dit als voorbeeld. Hè. Goed, drie prioritaire objectieven. Als je dat allemaal samenvoegt, dan krijg je dit. Ja, wij noemen dat de piano van het Europees milieubeleid. Hè. Waar is de toon op de piano doenbaar tot goed? We zitten hier in een theater, dus. Hè. Rond efficiëntiewinsten. Ja. Daar zijn we redelijk goed in geweest. Pollutie en efficiëntiewinst. Ja. Waar is het net iets minder goed? Rood. Herinner u, rood was klimaat en chemicaliën, hè, maar klimaat ook hier. Waar zijn we niet zo goed bezig? Dit gaat over biodiversiteit, ecosystemen en klimaat. Ja. De basis, living well within the limits of the planet. Die limits zitten natuurlijk voor een groot deel hier. Hier is de basis. Ja. Wanneer je kijkt naar de toekomst, dan zie je dat het groene verdwijnt. En ja... Je kan zeggen, dit is voldoende om naar Prozac te grijpen. Dat doen wij niet. Hier heb je natuurlijk de toekomst die niet noodzakelijk een verderzetting van het verleden moet zijn. Ja. Dus hier komt beleid
kijken. Hier komt ambitie kijken. En voor mij is beleid niet alleen iets van publieke instellingen, maar ook van private actoren, uiteraard, de dag van vandaag. Wanneer u de CEO bent van een groot bedrijf, dan maakt u beleid. U maakt beleid in de waardecyclus, in uw productieketen en alles wat erbij komt kijken. Dus beleid kan dit veranderen. Stel dat we de uitkomst van Parijs globaal goed implementeren, dan gaan hier rode vlakken verdwijnen. Stel dat we het biodiversiteitsverdrag even ernstig zouden nemen, natural capital, ja, als alles wat er rond klimaat nu speelt, dan gaat dit er anders uitzien. Dat doen we vooralsnog niet. Ja. Dus daar zit heel wat potentieel om binnen 20 jaar een ander kleurenpalet te hebben. Nu, als je dat geheel bekijkt, dan merk je dat er twee dingen nogal spelen. Eén is die veranderende globale context, waar wij kijken naar de competitie over resources. Dat is het werk van het International Resource Panel, onder andere, waar ook PWL een belangrijke bijdrage levert. Je hebt daar de druk van buiten Europa, dat is die globale dimensie van productie- en consumptiesystemen, waar wij mee verbonden zijn, uiteraard. Dit is niet iets dat buiten ons staat, maar dat ons verbindt met een globalere beweging. En we hebben heel het gedacht van planetary boundaries. Ja. Wat nogal gemakkelijk in de mond genomen wordt vandaag de dag. En daar heb je natuurlijk Johan Rockström en het Stockholm Resilience Center en een hele beweging daar rond. Maar wat betekent dat nu voor Europa? Ja. Hoeveel greep heb je daarop? Wat weten we daarover? Dit zijn geen eenvoudige vraagstukken. Hè. Dus daar zijn we mee bezig om daarnaar te kijken. Straks daarover meer. Een andere zaak die je natuurlijk hebt, is de complexiteit van die systemische benadering die toeneemt. Als je dingen in een systeem bekijkt, dan heb je complexiteit. Ja. Ik denk, daar kan je verschillende reacties op hebben. Van ja, laat ons nu maar niet te complex willen doen. Ja. En dan kan je Einstein erbij halen, hè? En dan niet zijn golven, zwaartekrachtgolven die nu bewezen zijn, maar eerder heeft ooit gezegd van we should make things as simple as possible, but not simpler than that. Ja? Met andere woorden, ja, dit is complex en daar gaan we mee om moeten kunnen. Ja? En dat gaat een impact hebben op de kennisbasis die we moeten samenbrengen. Onzekerheid, ja. Als je naar 2050 kijkt, dan is er heel veel onzekerheid. Niemand kon voorspellen 20, 25 jaar geleden wat het impact van het internet zou zijn. Ja? Onzeker. Maar ik denk dat we ook niet moeten overdrijven in zekere zin. Er is een pak zekerheid rond die 2050 doelstellingen. Natuurlijk kapitaal en biodiversiteit, low carbon en circulaire economie. De kans dat we binnen 15 jaar gaan zeggen, ja, dat natuurlijk kapitaal en die biodiversiteit, eigenlijk was dat toch niet zo belangrijk. Dat was onzeker. Die is nihil. Ja? Dit blijft een belangrijke basis. De kans dat we binnen 20 jaar gaan zeggen, die klimaatverandering, het zal wel zo'n vaart niet lopen. Ik weet niet of jullie dat zeggen, maar het zal wel zo'n vaart niet lopen. Die is nihil. Dus er zit onzekerheid, denk ik, in de weg ernaartoe. Maar ik denk dat we een relatieve zekerheid hebben over die grote elementen. Uiteraard, waarvan ik denk dat er veel meer onzekerheid en complexiteit ook is, is in die interdependenties tussen die grote sociale, economische en bijna fysische systemen en hoe die in de komende decennia zullen evolueren. Ja. Ik ga heel kort iets zeggen over die megatrends. Wij beschrijven 11 megatrends, waarvan 3 gericht zijn op bevolking en ook rond technologie, een aantal economische milieuaspecten en dan governance. En wij denken dat die allemaal een impact hebben op wat wij noemen de kernbehoeften en hoe we daaraan gaan voldoen in Europa. De core resource needs, food, water, energy, materials en ecosystems. Ja. Die staan onder druk van global megatrends. Wat zijn de belangrijkste? Ik ga daar niet in dit expertenpubliek niet te lang bij stilstaan. Maar we verwachten serieus wat groei in de bevolking, dat weet u. Hè. Tegen het einde van de eeuw, de grootste groei zal in Afrika zijn. Dat is belangrijk voor die interdependenties met het sociaal-economische, want daar heb je natuurlijk
de meeste mensen die in extreme armoede wonen, waarvan we hopelijk ethisch toch als perspectief hebben dat die zo snel mogelijk uit die extreme armoede gaan geraken. Als je dan denkt aan de impact op resource use en op andere dingen, dan zien we daar een enorme groei. We gaan ook oudere bevolking krijgen en een pak migratie om allerlei redenen. Ja? We zien dat die urban middle class zal groeien in de komende 15 jaar van ongeveer 2,2 miljard naar 4,9 miljard mensen, hè, met alle impact op verbruik. Ja. We zien ook dat de wereldeconomie, die sinds 1900 hè, tot nu toe 25 keer gegroeid is, dat die nog eens zou kunnen verdrievoudigen tegen 2050. Dat is allemaal niet nieuw, hè. 2050. En dit zou dan de resource use zijn, hè, nog eens minstens verdubbelen. Ja. Als je dan kijkt naar biomassa, naar mineralen, ja, fossil fuels, je ziet hier die groei. Ja, dit is allemaal niet echt erg compatibel met living well within the limits of the planet. Dus de enige conclusie die je hieruit kan trekken is, het zal een snelle en zeer drastische trendbreuk moeten zijn. Want dit is compleet niet compatibel. Ja. Goed. Impact op globale tendensen, natural capital, dit is nu species abundance, biodiversiteit, overal tegen 2050 verdere achteruitgang. Ja. Climate change en de impacts die we verwachten, ik ga daar nu op ingaan, jullie kennen die, maar als je dat geheel bij elkaar ziet, ja, living well within the limits of the planet, op planetary scale, als we goed willen leven, dan zou je een Human Development Index moeten hebben van meer dan 0,8. Gezondheidszorg, uw inkomen en scholingsgraad. Hè. Wanneer je dat wilt doen binnen de grenzen van de planeet, dan zou je daar moeten zijn. En dit is de footprint idea. En het doet mij een beetje pijn om die maatstaf te moeten gebruiken. Niet omdat ik geen respect heb voor het werk van Ries en Wakkernagel en de footprint mensen, maar omdat we na 25 jaar als officiële instellingen nog altijd geen betere maatstaf hebben. Ja. We zijn daar overigens met Eurostat aan het werken aan iets dat beter in die richting zou moeten gaan. Hè. Ieder bolletje is een land. Ja. De rode landen zijn die van de Europese Unie. U merkt hoeveel landen er binnen die grenzen van de planeet het goede leven aanbieden, gemiddeld. Ja, geen enkel. De oude idee is natuurlijk dat we eerst zo zullen evolueren. Hè. Als iedereen nu eerst rijk wordt, dan zullen we beginnen druk zetten op onze instellingen om dan binnen die grenzen te gaan leven. Dat is de environmental cousinage curve gedachte. Hè. Er zijn twee problemen mee. Enerzijds werkt die niet voor footprint. Die werkt voor pollutie. Ja. Dus het werkt niet in deze gedachtegang. En het tweede probleem is dat zelfs al moest ze werken, we niet 6 miljard mensen eerst naar hier kunnen krijgen, om dan naar daar te krijgen. Want dit staat onder druk, biodiversity loss, ecosystem loss, en dit vakje wordt natuurlijk altijd maar kleiner. Ja? Dus we hebben die luxe niet. Dus dit zal dan toch de toekomstige richting moeten zijn. Hè? Nee, Indië, u hebt niet het recht om eerst naar daar te gaan en dan naar daar. Het recht misschien wel, maar we kunnen ons dat niet permitteren. U zal van daar naar daar moeten gaan. Ja. Dat is de logische consequentie van dit soort denken. Hè. Om het anders te stellen, Millennium Development Goals. Ban Ki-moon die in het rapport van 2013 schreef, hè, the most successful global anti-poverty push in history. Ja. 2 miljard mensen uit absolute armoede, een aantal andere sociaal-economische vooruitgang, en die in hetzelfde rapport schrijft, our resource base is in serious decline, continuing losses of forest species and fish stocks, climate change. En met andere woorden, de boodschap was, hier gaan we het wat beter moeten doen. Ja, onze analyse is anders. De mensen, het gaat hier niet zo goed
Omdat de vooruitgang hier gebaseerd was op niet duurzame systemen van produceren en consumeren. Dus er is een causaal verband. Ja. De SDGs, als je die leest vanuit dit perspectief, die gaan twee stappen verder. Die leggen dat verband wel en zoeken veel meer naar een geïntegreerde aanpak. Maar de kernboodschap, wat mij betreft, van er is een causaal verband, die is eigenlijk nooit gemaakt in die SDGs. En daar is men aan voorbij gegaan. Ja. Om het nog anders te stellen, waar we relatief goed in geweest zijn in Europa, is in het efficiëntieparadigma. Ja. We hebben de huidige systemen efficiënter gemaakt. Als agentschap weten we dat er hier een paar meetproblemen waren. Hè. Ik ben in het Europees Parlement moeten verschijnen in een hoorzitting over transport en luchtverontreiniging. Lees het Volkswagen-schandaal. Dus we weten dat daar wat problemen zijn. Ja. Maar je kan niet ontkennen dat een wagen nu een pak minder verbruikt dan een wagen 20 jaar geleden. Efficiëntieparadigma. Ja. Nu, je kan nooit het mobiliteitssysteem tegen 2050 decarboniseren door uw ontploffingsmotor te perfectioneren. Ja. Dat is onmogelijk. Daar zit een tangentiële limiet op. Dus de uitdaging is om weg te stappen uit dat dominante systeem. En dan zegt men, ja, laat ons allemaal elektrisch rijden. Stel dat we allemaal een Tesla zouden kunnen betalen. Hè. Dat is dan een echte trendbreuk. Ja, dat is een heel andere technologie met een veel hogere efficiëntie. Hè. In plaats van 20-25%, 80-90% van potentiële energie naar kinetische energie. Dus een pak beter. Bovendien, als je dat zou kunnen koppelen aan een flexibel systeem van hernieuwbare energie, wat dan intermittentiedingen opvangt, dan is dat een nog meer systemisch geïntegreerde benadering. Maar goed, we gaan dat allemaal doen. Ja. En dan blijft dit nog altijd de wedstraat, de rue de la loi, de wedstraat in Brussel. Hè. U zit hier op het Schumannplein en u kijkt naar de Belgische overheidsinstellingen daar beneden. Want als we op dezelfde manier gaan die elektrische wagen gebruiken, dan allemaal op hetzelfde moment, met 1,3 personen in de wagen, ja, 8% van de tijd. En we gaan dat globaliseren met 6 miljard auto's. Dat is dan een beetje de voorspelling, hè, van het model. Dit is natuurlijk nonsens wat betreft duurzaamheid. Dus een systeembenadering voor ons vertrekt niet vanuit een efficiëntieparadigma, vertrekt niet vanuit een technologische sprong, maar vertrekt vanuit een vraagstelling naar waar komt die mobiliteitsbehoefte vandaan. Ja, dan zit je bij ruimtelijke planning, dan zit je bij de organisatie, werk, leven, wonen, wat uw kinderen doen. Of je hebt een heel ander inzicht naar wat de rol is van openbaar vervoer, naar wat de rol is van tijdsindeling. En uiteraard zal je dan op termijn ook nog een wagen nodig hebben, individuele mobiliteit op vraag bijna. Maar dan kan je misschien wel een ander businessmodel hebben. En dan kan je bijvoorbeeld eindigen met een Tesla of met iets anders, een zelfrijdende Google-auto die zero emissions heeft. Maar het begint niet van laat ons die technologie maar houden, don't rock the boat and change the engine. Je vertrekt vanuit een systeembenadering. Ik denk dat dat een beetje de teneur is van de vaststelling die we maken. Overigens, als u een andere straat in een Europese hoofdstad kan vinden die er even zieloos en on... Ik ben Belg, dus ik mag dat zeggen, denk ik. De mens die dit ruimtelijk gepland heeft, die zouden ze eigenlijk op de eerste missie naar Mars moeten zetten of erger nog, verplichten om in die straat te wonen. Ja, goed. Maar dit geheel terzijde. Ja. Bon, om het nog anders te illustreren, dit efficiëntieparadigma en het feit dat dat geen niet te grote doorbraak is, nog die pollutie en systeemniveau, die komt telkens terug. Hè. Dit is de economische groei sinds 1990 in Europa, de efficiëntiewinst in energiegebruik. Dit is waar we zitten in resource use. Ja. Efficiëntieparadigma vertaalt zich niet in overall improvements. Hè. Dit is mobiliteitssysteem, efficiëntiewinst in de motor. Meer wagens, meer kilometers. Ja. Resource use in de mobility system. Ja.
Efficiëntiewinst vertaalt zich niet in de grote sprong voorwaarts wat betreft duurzaamheid. Woonsysteem, efficiëntiewinsten in energiegebruik in huizen, meer en grotere huizen, het systeem blijft redelijk vlak. Dus daar zit niet de grote doorbraak. Dat is nogal duidelijk. Met andere woorden, in 40 jaar modern milieubeleid, en Nederland stond denk ik wereldwijd mee aan de basis daarvan, wat we zien is een enorme verbetering in wat ik noem institutionele componenten. Meer wetgeving, meer instellingen, meer kennis, meer processen. Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op lokaal niveau, op Europees niveau, op wereldniveau, op al die niveaus. Ja. Wat we ondertussen zien in die 40 jaar is de verdere achteruitgang van de kernsystemen wat betreft biodiversiteit en ecosysteemkwaliteiten op deze planeet. Ja. Goed. Er zijn uitzonderingen. Europa is op een aantal vlakken hier wat een uitzondering. Ja, gelukkig. Wat ook aantoont dat een deel van dat beleid wel degelijk gewerkt heeft. Maar dit is natuurlijk een vreemde paradox. Ja. Als je een beetje een perverse statisticus bent, dan zou je zeggen, ja, hoe meer instellingen, hoe beter voor het milieu. Dus laat ons de zaak nu maar snel afbouwen. Ja. In sommige kringen klinkt dat misschien ook goed, maar niet hier. Hè. Goed, dus verschillende verklaringen daarvoor die je vindt in de literatuur zijn, ja, maar als we geen institutionalisering zouden hebben, zou het nog slechter zijn. De counterfactual, ja, dat zal wel zijn, maar dat was nu niet echt de doelstelling. Hè. Een tweede verklaring is, het is een implementation gap. Als we nu dat beleid beter uitvoeren, dan zou die curve er helemaal anders uitzien. Ten dele is dat natuurlijk zo. Hè. Eigenlijk moeten we al die instellingen verbeteren. En dan gaan we er komen. Ja. Betere regelgeving, betere instelling, betere controle, betere rapportering, betere compliance systemen. Ja. Of het is gewoon tijd. Dit heeft tijd nodig. Ja. Nu, ik denk dat geen van die verklaringen steekhoudt. Ik denk dat heel veel van de institutionele oplossingen die we tot nu toe gezien hebben, eigenlijk niet de kernproblemen aanraken, waardoor je deze evolutie krijgt. Ja. Waardoor je deze evolutie krijgt. Nu, wat zijn dan sommige antwoorden die je terugvindt of verklaringen, zowel in literatuur als in onderzoek door publieke instellingen, maar ook in sociale bewegingen? Sommigen zeggen, ja, dit is nu eenmaal hoe kapitalisme werkt. Hè? Ja. De markt, het blinde geloof in de markt, ja, dit is het resultaat. Hè? En natuurlijk sinds de val van de muur heeft dit zich meer verspreid met het gekende resultaat. Hè. Anderen zeggen, nee, we gaan precies die marktwerking moeten gebruiken om de oplossing te brengen. Want het is precies markt en prijs als motivator van menselijk gedrag die de oplossing gaat brengen. Hè. Sommigen zoeken het in de high-tech oplossingen, anderen zoeken het eerder in de low-tech oplossingen. Hè. Gaande van steden veranderen, niet naar elektrische wagens, maar naar andere vormen van mobiliteit, of wat je zou kunnen zeggen, de voluntary simplicity movement. En je merkt bij bepaalde groepen in Europese steden dat je daar een subcultuur rond begint te krijgen. Ja, de concentratie van besluitvorming, macht over wat wij uiteindelijk consumeren, minder en minder bedrijven die meer en meer bepalen wat u en ik in de supermarkt kunnen kopen en die niet noodzakelijk ons aller belang op lange termijn voor ogen hebben. En dan heb je natuurlijk de tegenbeweging die gaat over anticonsumentisme, waarbij je interessante vingeroefeningen in boekjes kan vinden, zoals de decluttering movement, de stuffocation, ken je dat? De stuff suffocates us, dus laat ons daarvan weggaan. Dat zijn bijna de personal change movement. Hè. Nog andere verklaringen zijn de individualisering. Hè. Waarbij je zegt, ja, je bent een consument. Iedere keer als je iets koopt, dan bepaal je eigenlijk de toekomst van de planeet. En op voedsel wordt dat natuurlijk heel letterlijk. Ik denk dat we daar een beetje voorzichtig moeten zijn. Want op voedsel bijvoorbeeld, je kan keuzes maken, maar je maakt die wel in een systeem dat in de laatste 30 jaar aan alles suiker, vet en zout heeft toegevoegd. Ja? Dus waar ligt de verantwoordelijkheid? Die individualisering heeft ook een soort verantwoordelijkheidsdimensie. Hè? Of het is gemakkelijk, de lazy environmentalist. Hè?
Als we nu allemaal maar de juiste lampen zouden gebruiken thuis, het zou al een heel verschil maken. Hè? Dus dat heb je ook als een verklaring. Dan heb je de meer fundamentele no-growth of de overbevolking. Iedere keer als ik een lezing geef, is er wel één iemand die achteraf contacteert of zegt van ja, maar je hebt de moed niet om over bevolking te spreken. Ja, bon, we spreken wel over bevolking. Hè. Maar of dat nu alles verklaart. Je hebt ook de institutionalisering die zeer time-consuming is. Stel u voor dat Parijs niet zou gebracht hebben wat het nu gebracht heeft. Ik denk het geloof in dat soort grote processen zou toch wel een erg stevige knauw gekregen hebben. Hè. En dan heb je natuurlijk ongelijkheid. Ja, ik denk aan het laatste Oxfam-rapport. De 1% die 99% van de wereldrijkdom bezit. Is dit een solide basis sociaal-economisch verdelingsgewijs om een duurzame toekomst op te bouwen? En dan heb je meer de filosofische benaderingen. Dus geen gebrek aan benaderingen om te verklaren wat we allemaal zien. Hè. Die vreemde evolutie van meer instellingen en toch achteruitgang. Goed. Nu, als we nu eens beginnen van op een andere plek, in Nederland. Hè. Dirk Loorbach die schrijft over persistente problemen, hè. Ook wicked problems, super wicked problems, global complexity, dat soort taalgebruik. En je kijkt naar die grote uitdagingen waar we voor staan als complexe problemen, interdependent. Het nieuwe taalgebruik is nu de nexus issues. Hè. Dat is het nieuwe jargon. Hè. De onzekerheid die eraan vasthangt. Het feit dat die geen technisch ding zijn, maar zeer sterk verbonden met sociale patronen en structuren. Ja. En dat die eigenlijk niet zo eenvoudig zijn om oplossingen voor te formuleren of om te managen. Als we daarvan vertrekken, dan kom je terecht bij transitions. En u merkt, ik erken uiteraard de bijdrage van Nederland. The Dutch to the rescue. Goed. En ik zeg dat natuurlijk omdat Nederland een intellectuele entrepreneur is geweest op het vlak van dit denken over transitions. Wanneer je kijkt naar de Nederlandse instellingen die daarmee bezig zijn, gaande van Drift, naar de systeemmensen in Maastricht, naar het uitzwermen van Frank Geels naar Manchester en Schot in Sprue. Jullie zijn de intellectuele entrepreneurs hier rond. Hè. Dus the Dutch to the rescue. Ja. Goed. Als een Vlaming dat zegt, betekent dat wat. Hè? Goed, dan betekent dat wat. Ja. Essentieel in dit denken, en dit is niet nieuw voor u, maar is dat regular policies offer no solutions. Dat wordt wel eens vergeten. Dus dit is eigenlijk een redelijk radicale en fundamentele vaststelling. Ja. We gaan weg moeten van dat klassieke beleid. Nogmaals, voor mij zijn dat twee belangrijke kernelementen. Fighting pollution en efficiency gains. Dat gaat niet voldoende zijn. Ja. Marktcreatie op zich is geen oplossing. Ja. Dat hebben we nochtans behoorlijk veel geprobeerd. We zijn er niet uitgeraakt in het biodiversiteitsverdrag. Laat ons een marktmechanisme creëren. Ja. Het was moeilijk om rond klimaatmitigatie een aantal doorbraken te realiseren 10 jaar geleden. Laat ons een marktmechanisme creëren. Dit is geen pleidooi tegen het gebruik van marktmechanismen, maar de vaststelling is dat marktcreatie en commodificatie op zich onvoldoende gaan zijn. En dan dat incrementeel institutionalisme van moving the curve, hè, ieder jaar, zal onvoldoende zijn. Dus die disruptive nature, dat soort denken zit daarachter. Dus wat heb je met andere woorden nodig? En dit is hier, denk ik, gesneden koek een beetje. Hè? Fundamentele veranderingen in systemen. Ja? Dat is eigenlijk ook de conclusie van ons rapport. We need systemic change. Ja? Wat transitiedenken gebracht heeft, naar mijn mening, is dat je dit kan kaderen in een toekomstgericht, oplossingsgericht, actorgericht perspectief. Als je 20 jaar geleden zou gezegd hebben, we need systemic change, vanuit mijn positie van directeur van het Milieuagentschap, zou men wellicht gezegd hebben, we hebben daar een gevaarlijke jongen aangesteld in Kopenhagen. Die moet dringend weg. Ja.
die moet dringend weg. Hè? Ja, goed, misschien zegt men dat nu ook, dat weet ik niet. Ja. Kan u dit allemaal stilhouden, alsjeblieft? Ja? De buitenwereld weet hier niks van, dus hou dit stil. Nee. Goed, dus met ernstige, serieuze veranderingen in wat we dominante structuren, praktijken, technologieën, beleid, levensstijl, denken, dit gaat dus ver, hè? De transitiebenadering. Nu, die systeeminnovatie, dit is een beeld van UNEP, maar het is ook, het komt eigenlijk in de basis van een Nederlandse onderzoeker. Hè. Dit is die ontploffingsmotor, hè, die geperfectioneerd wordt. Ja. Dus daar gaan we niet mee komen, we gaan iets anders moeten doen, hè, die systeeminnovatie. Nu, en dan trek je een pijltje en dan zet je daar transitie. Ja. Voilà. Dat is heerlijk gestileerd optimisme. Heerlijk gestileerd optimisme. Ja. Goed. Ja. En dan zit je hier present. Ja. Het laat mij een beetje denken aan die examenvraag aan die Amerikaanse student waar je de driehoek van Pythagoras had met 3 en 4. En dan staat er x, waar je dan 5 moet invullen uiteraard. En de vraag is, find x. En de student tekent er een cirkeltje rond met een pijl en zegt, here it is. Ja. Dus, here it is. Ja? Goed. Dit is natuurlijk al, hè, dit is van De Haan en Van de Brugge. Dit is wat ik noem gekwalificeerd optimisme. Ja, de dikke lijn is nog altijd, yes we can. Hè? Maar we moeten oppassen voor lock-ins. Als je 2030 doelstellingen in klimaat en energie wil bereiken, die kan je makkelijk halen door je huidige systemen efficiënter te maken. Maar je snijdt volledig de weg af naar 2050, want al je kapitaal ligt verankerd in die systemen in plaats van innovatie. Ja. Of je krijgt backlash, biofuels, ja. Potentieel, als we daar de volledige sprong zouden gemaakt hebben, of system breakdown. Dit woord komt nu ook voor in Europese beleidsdocumenten. Ja. En dan heb je natuurlijk de bekende Frank Geels en Johan Schot ding, de complexe en weerbarstige realiteit van het transitiedenken. Ik ga je niet te veel uitleg bij geven, want dit is bij jullie nu gemeen goed. Hè. Neem ik aan. Ja. Dus dit wordt dan dat als al die pijlen in de goede richting gaan. Ja. Transitiepaden. Ja, experimenten, niches, upscaling, enabling conditions, al die dingen. Ja. Dat is al een beetje, denk ik, realistischer dan het gestileerde optimisme. Hè. Goed, nu, the Dutch to the rescue. Ik zet daarachter Gidsland, vraagteken. Ik ken niet zoveel talen, maar het Nederlands is bij mijn weten de enige taal waar een speciaal woord is uitgevonden om aan te tonen hoe ver vooruit men is. Ja? Het gidsland. Ja? Ik heb dat opgezocht in het Frans en in het Engels en in het Duits. Es besteht nicht. Ja? Goed, dus die conceptuele entrepreneurs die daar zijn. Ik denk rond methode is er hier heel veel gebeurd. Hè? Het transitiemanagement denken, de 4 stapjes, hè? De arena en de visie en wat naar mijn aanvoelen nogal mechanistisch is, reductionistisch en eerder business school thinking. Ja, de 4 P's, de 5 S's en de 4 stappen in transitiemanagement. Je hebt ook, denk ik, een heel pak werk rond die transition governance, ja, dat veel meer refined is. En een aantal leerexperimenten, denk ik, vanuit die historische praktijk. Wanneer je dan in Nederland kijkt naar die transitiepraktijk, ik denk dat er geen enkel ander land is waar zoveel projectmatige dingen gelabeld worden als transitieprojecten. Hè. Lokaal en bovenlokaal vaak. Een nieuwe wijk, 4 bedrijven die in een symbiose samenwerken, hè, dat soort dingen. Maar waar komt het systemische aan bod? Dat is denk ik een relevante vraag. Hè. En ik denk, water komt hier wellicht het meest in de buurt. Ook omdat dat denk ik een beetje nationale identiteit is en misschien niet zo gekoppeld aan zeer diverse belangen, alhoewel, hè, u zal mij tegenspreken. Maar als je dan kijkt naar die andere grote systemen waar we het over gehad hebben, energie en mobiliteit, dan denk ik, dan kan je toch wel ernstige vragen stellen over, ja, in het gidsland, de entrepreneur rond transities, hoe ver staat men? Ja?
ik stel dit vast. Ja? En dan komen de echte vragen. Hoe komt dat? Waar zitten de lock-ins? Waarom beweegt dit niet sneller? Ik denk dat daar een aantal van de vragen zitten. Hè? Nu, de link met Europees beleid. Nog 3 minuten. Hans, ja? Kan dat? Kan dat? Democratische besluitvorming? Ja? Oké, heel goed. Op Europees vlak hebben we een aantal, denk ik, belangrijke frames die in de richting gaan van dat transitiedenken. Ja? Ik heb het over het 70AP al gehad, die circulaire economiepakket, uitgekomen in december. Climate and Energy pakket, met een duidelijke lange termijn fundamentele decarbonisatiestrategie. De Energy Union, waar ook een duidelijke richting wordt aangegeven rond een Europese systemische aanpak, Raw Materials Initiative en de SDG's. Dus een aantal frameworks die eigenlijk toelaten om op lange termijn meer systemisch te denken. Ja. Ik ga hier heel kort zijn. De ministerraad, hè, waar ik ook ons rapport heb voorgesteld, wilde deze slide absoluut mee naar huis nemen. Want dit is de reguliere economie en tewerkstelling in Europa sinds 2000. Dit is de groene economie en tewerkstelling. En waarom wilden ze dat meenemen? Niet voor zichzelf, maar omdat ze zei, ik moet gaan spreken met de mensen van financiën in mijn regering, de minister van Financiën, en daar heb ik dit voor nodig. Ja. Dus dat is de koppeling daar. Hier innovatie, patenten, rond een aantal kernthema's. Ik zou ook rond de competitiviteit kunnen spreken. Maar goed, als we nu vooruitkijken, meer dan ons vast te rijden in de specificiteit van iedere transitie, denk ik dat je kan denken aan generieke criteria waaraan investering, innovatie en transitiepaden zouden moeten voldoen. Dat is, dragen ze actief bij aan die decarbonisation of society? Ja. Dat is een criterium dat je kan operationaliseren. Ja. Draagt dit bij aan de circulariteit van de economie? Daar is nogal wat werk te doen rond kengetallen en indicatoren. Het zijn het Europese Eurostat en wij zelf die daar de opdracht voor hebben gekregen op Europees niveau. Hoe zit het met die ecosystem qualities en services? En hoe verhoudt zich dat tot de kennis van planetaire limieten? En dan die human health and well-being. Ja. Wat absoluut moet vermeden worden, denk ik, zijn die lock-in investeringen. Ja. Maar daarvoor heb je natuurlijk kennis nodig om te weten wat is een lock-in investering. Ja. Denk zeer belangrijk. En dan, wanneer het gaat over hoeveel geld moet daar naartoe gaan, dan denk ik dat je met je belastingssysteem kan werken, maar ook meer en meer met je subsidiesysteem. Want wat we vaak horen is van, ja, maar u wil subsidies weg uit de economie. Nee. Maar je kan wel op een geloofwaardige manier zeggen, we gaan, dat is het Europees model, we gaan publieke middelen in die economie houden, maar we gaan op 10 jaar tijd wel de richting daarvan fundamenteel veranderen en in lijn brengen met die behoefte doorbraken. Wat heb je daarvoor nodig? Consistentie. Een energiesysteem breng je niet in transitie als iedere regeerperiode een andere visie heeft op dat energiesysteem en het moet heruitvinden. Ja. Zo werkt dat niet. En er zijn landen met heel verschillende achtergrond die dat doen. Energiewende. Maar Frankrijk heeft uiteraard een heel andere basis, heeft ook een lange termijn project daar. Zweden heeft dat, dus ja, hoe zit het daarmee? Coherentie. Ja. Dit moet je niet trachten te verkopen als uw belastingssysteem naar Den Haag rijdt en uw investeringssysteem naar Rotterdam en uw transitie denk je naar Den Bosch, dan gaat dat niet. Hè. Dus je moet een soort naalden op een kompas hebben die in dezelfde richting wijzen. Urgency. 2050 is morgen. Wat dat je morgen bouwt van energiecentrale, normaal gezien heeft een levensduur tot 2050. Dus of we 2050 doelstellingen gaan houden, hangt af van wat u morgen investeert, niet in 2040. Ja. Of u eindigt met stranded assets en met dat soort dingen. Ik denk het moet visionair zijn en engaging. Ja. Het gaat over shaping the future. En niet over extrapolatie van het verleden. Ja? Dus welk soort wervende visie leeft hier rond? En dan, en nu kom ik echt bij het einde, Hans. Wij denken dat je daar ook een adequate knowledge base voor nodig hebt. En die hebben we niet. Hè? Dus in ons 5-jaren-programma, ondertussen verlengd naar 6 jaar, hebben wij heel duidelijk een doelstelling om kennis op te bouwen, knowledge co-creation, rond
die transitieagenda. Wij willen in, en dat is de laatste slide, 2010, onze State and Outlook of the Environment was, we hebben meer systemisch begrip nodig. 2015 hebt u vandaag gezien, System Understanding, System Change, Transitions. In 2020 is het alvast niet mijn overtuiging of mijn ambitie om dezelfde SOER te schrijven, maar met een nieuwe kaft rond. Ja? Ik wil die kennisbasis zien evolueren. Ik wil kunnen zeggen aan de beleidsmakers, niet alleen hebt u de doelstelling voor klimaat gehaald in 2020, maar ook hebt u een pad geopend naar 2030 en 2050. Daar heb je een andere kennisbasis voor nodig. Niet alleen van hebt u meer hectare natuurgebied er een, bij manier van spreken een beschutting rondgezet om uw Natura 2000-richtlijnen te halen, maar hebt u uw ecosystemen en uw natuurlijk kapitaal fundamenteel in een andere richting gestuurd? Dat zijn heel andere vragen waar je een andere kennisbasis voor nodig hebt. En wij hopen alvast dat we daar een stuk in die richting kunnen gaan en dat we met de zeer sterke Nederlandse partners een stuk aan die weg kunnen timmeren. Ik ga hier stoppen, omdat Tuur ook uiteraard wil praten. Maar ik ben achteraf terug voor allerlei kritische bedenkingen en commentaren of eventueel om met dingen te gooien naar het podium. Dat ziet u maar. Maar ik kom nog terug. Ja. Dank. Tuur, mag ik jou vragen? Kan boven, mag beneden, wat je wil. Wellicht niet veel nieuw voor jullie, maar... Ja. Dank, Hans. Niet veel van jullie weten dat Hans en ik nauwe collega's zijn geweest voor een aantal jaren in Nederland, notabene. En Hans was altijd een van de meest begeesterde studenten, heeft ook een prijs gewonnen als de meest begeesterde docent. Nou, dat zien we hier weer... Weer heel erg terug. Het is nog steeds plezant om naar je te luisteren, Hans. En, we hebben ook in die tijd aardig wat discussies gevoerd. En het doet me toch goed om te zien dat we in een aantal discussies weer bij elkaar zijn gekomen. Maar toch ook nog een aantal die nog steeds staan. Ik wil eigenlijk op drie punten een soort van reflectie geven. Die hopelijk wat bijdraagt aan de discussie die we hebben. Eén over transities, dat moet natuurlijk, dat staat centraal in het verhaal en ook in de visie van de European Environmental Agency, denk ik. En ook van meerdere hier in de zaal. Het tweede wil ik toch iets zeggen over Nederland. We zitten tenslotte in Nederland. Er zijn ook al wat schoten voor de boeg geleverd. Die wil ik toch nog even inkoppen, om het zo maar te zeggen. En het derde punt, en dat verbaasde me eigenlijk een beetje. En vooral van jou, Hans, ik heb helemaal niks gehoord over de staat, over de overheid. In onze oude discussies was Hans altijd de statist, zo noemde hem ook, een political scientist, die sterk hamerde op het belang van de nationale overheid. En nu is hij eigenlijk verdwenen. Dus ik wil hem eigenlijk toch weer even terugbrengen. Dus op die drie punten wil ik wat input geven in de discussie. Eerst maar even over transities. Ik denk dat we dat hier met velen doen, is dat de analyse over de noodzaak van transities, de noodzaak om zeg maar een visie en ambitie neer te zetten naar de toekomst toe van een oplossingstraject wat veel meer gaat naar systeemveranderingen dan naar zeg maar het morrelen aan de knopjes en de radertjes met zeg maar incrementeel beleid, dat breed wordt gedeeld. Dus in die zin denk ik dat die analyse die staat. Die staat ook als een huis. Ik denk dat velen van ons daar en alle cijfers materiaal ook wat in State and Outlook of the Environment Report staat, wijst daarop. Dat klopt. Daar moeten we in die lijn moeten we denken. De kanttekening daarbij vind ik, en dat vind ik eigenlijk ook in veel van, hoewel we conceptueel als Nederland voorop lopen, daar kom ik daar nog wat terug, maar ook zeg maar in de vele rapporten, de beleidsrapporten en ook nog wel een aantal van de meer wetenschappelijke rapporten die we produceren, is dat ik eigenlijk vind dat we heel weinig erin slagen om, en dat, daar kijk ik ook naar mezelf als rector van een universiteit die veel wetenschappelijk onderzoek doet, dat we er niet goed in slagen om veel vlees op het transitiebord neer te zetten. Transities blijven toch nog vrij sterk abstract, vrij algemeen. We hebben een aantal modellen, we doen inderdaad een aantal projecten. Maar we slagen er eigenlijk niet goed in om zeg maar een state
en Outlook op transitiegebied neer te zetten. Het is inderdaad, het blijft een state and outlook of the environment. Het gaat over environment indicators. Het gaat over het doortrekken en het kritiseren van de environmental indicators. Maar ik denk dat we zo langzamerhand toch eens toe moeten, als we inderdaad zeg maar veel beter willen monitoren en willen aangeven waar we en hoe we daar nou naar zo'n systeemverandering toe gaan, dan kunnen we niet blijven bij alleen zeg maar die environmental indicators, de physical environment indicators. Dus dan moeten we ook zeg maar aan kunnen geven op die verschillende systemen waar het over gaat. En de systemen die Hans presenteert, dat zijn inderdaad de systemen die ertoe doen. Hè. De voedselsystemen, mobiliteitssystemen, energiesystemen, we kennen ze allemaal. Wat voor indicatoren kunnen we daar nou meetbaar ook neerzetten om die systeemverandering een beetje in de greep te krijgen? En daar natuurlijk ook naar de toekomst toe op te plannen. En wat voor type systeemveranderingen willen we dan in feite hebben? En ik vind ook in de state en outlook of the environment, daar staat daar heel weinig over, zeg maar. Er staat bijvoorbeeld niks over een biobased economy. Dat mist ik helemaal. Er gaat eigenlijk heel weinig over wat moeten we doen met het financial investment system? Daar moet natuurlijk ook een systeemverandering plaatsvinden. Dus ik denk, vandaar kunnen we ook qua denken en qua onderzoek nog veel meer toe doen. Het tweede punt zeg maar, van transitie en het idee van transitie, wat ik vaak moeizaam vind, is dat inderdaad, we moeten inderdaad naar die radicale systeemverandering. En we moeten af van het incrementele beleid, maar we komen nooit direct bij een radicale systeemverandering. Een radicale systeemverandering gaat altijd incrementeel, denk ik. Maar we moeten wel de goede incrementele stappen zetten. En die combinatie, dat is een hele ingewikkelde. Zeg maar, wat zijn nou goede incrementele stappen die bijdragen naar een systeemverandering? En daar hebben we wel een aantal ideeën. En Hans noemde er ook al een aantal ideeën. We kunnen ons fiscaal systeem opnieuw enten. We kunnen ons technologisch systeem op een aantal punten opnieuw enten en daar naartoe werken. Maar ik denk dat we die link nog wel iets sterker neer kunnen zetten. En we krijgen inderdaad die mooie schema's met al die pijlen van Johan Schot en Frank Geels. Die helpen ons in dat denkproces, maar dat blijft toch nog maar hangen. Het enige waar we het eigenlijk heel erg concreet nou kunnen aanduiden, omdat we daar al een eindje op weg zijn, is denk ik het energiesysteem. Daar inderdaad weten we een beetje zeg maar, waar we naartoe aan het groeien zijn, wat een systeemverandering betekent. En daar kunnen we dan ook de indicatoren neerzetten. In duurzame energie, in de verschillende vormen, et cetera. Maar bijvoorbeeld in het voedselsysteem slagen we daar eigenlijk nog heel slecht in. In het financiële systeem heb ik het nog helemaal niet gezien. Dus ik denk van, nou daar wil ik nog wel wat meer vlees op de botten. Het tweede punt, Nederland. Daar wil ik ook nog een paar dingen over zetten. Ik denk dat het terecht is. Zeg maar, sinds het NMP 1, het Nationale Milieubeleidsplan 1, voor u die hier wat jonger is, dat was in 1989. En dat was eigenlijk, zeg maar, denk ik, een van de eerste keren dat Nederland inderdaad naar voren werd geschoven als een entrepreneurial innovator. Conceptual innovations die inderdaad uit Nederland kwamen. En Nederland werd daarmee inderdaad, zeg maar, we moeten toch zeggen, Hans, een soort gidsland, in ieder geval conceptueel. En in feite denk ik dat we dat inderdaad vaker hebben gedaan en nog steeds doen. En transities, denk ik, is daar een heel mooi voorbeeld van. We zien ook, zeg maar, als we gewoon de lijstjes langslopen, in Nederland doen we het heel goed als het gaat over milieu-R&D. Over de universiteiten die milieuonderzoek doen, staan hoog genoteerd. De milieu-innovaties in Nederland, die komen nog steeds uit Nederland en die vinden ook een weg in de wereld. Dus daar, denk ik, doen we het inderdaad goed. Ik denk ook dat we het inderdaad, en Hans gaf dat ook aan, ik denk dat het een terechte conclusie is, ook zeg maar op projectniveau zie je innovaties plaatsvinden, vernieuwingen plaatsvinden, al dan niet gekoppeld of gelinkt met een idee van transities. Maar ergens denk ik dat we toch een aantal afslagen hebben gemist tussen zeg maar eind jaren 80 en waar we nu staan. Afslagen in zowel zeg maar ambitieniveau in Nederland als zeg maar in implementatie. Daar zie je inderdaad dat, en dat zie je ook terug op allerlei internationale vergelijkingslijstjes, waar Nederland toch, moet ik zeggen, afgezakt is zeg maar, in de lijstjes. Waar we lange tijd inderdaad een voorloper waren, waar we dat nu niet meer kunnen zeggen. En in die zin was natuurlijk de kritiek op gidsland heel terecht. En ik denk duurzame energie is een van de mooiste voorbeelden, maar we hebben er nog veel meer. Waar we zeg maar, een goede aanzet maakten, maar waar in feite zeg maar, in de loop der jaren zeg maar, het ambitieniveau en de visie eigenlijk verdween.
En waar ook zeg maar implementatietrajecten op die punten waar nog wel visie en ambitie was, tegenviel. En de vraag is natuurlijk van, ja, hoe is dat nou gekomen? Hoe komt dat? Zijn we het moeras ingepolderd, denk ik wel eens? Praten we inderdaad te veel? Hebben we geen sterke nationale autoriteit meer die het toch nog enigszins richting geeft? En wat ik nog veel belangrijker vind, en dat vond ik ook sterk in het verhaal van Hans, van wat zijn de consequenties daarvan? Niet zozeer de consequenties alleen hier in Nederland, maar ook de consequenties van Nederland in een toenemend geglobaliseerde setting. In termen van politieke legitimiteit en onze rol op het internationale terrein. Ook in termen van hoe we het doen op de internationale markten. Milieu-innovaties zijn altijd belangrijke selling points geweest in het buitenland. En nog steeds, zeg maar, op bijvoorbeeld watergebied. Maar ook zeg maar, op het gebied waar mijn universiteit dan wat onderzoek doet. Naar duurzame voedselsystemen, et cetera. Worden we gewaardeerd en worden we ook erbij gehaald. En hebben we ook zeg maar qua economie een bijdrage te leveren. En dat kan wel eens tegen gaan vallen in de toekomst. Dus dat vind ik een belangrijk deel om vast te houden. Ik heb niet een goede analyse waarom dat nou komt. Maar die ambitie, die zie ik eigenlijk nauwelijks meer in Nederland. En de implementatie op een aantal terreinen lukt die. Maar zeg maar de swing van eind jaren 80 en begin jaren 90, die is er eigenlijk wel uit. En die is er al heel lang uit. Laatste punt wat ik wil maken, want dan moet ik inderdaad snel weer ervan door. Excuses daarvoor. Is toch nog iets over de staat, de overheid. En met name dan de nationale overheid. Ik denk dat we hier niet lang hoeven stil te staan om te zeggen dat we inderdaad het sturingssysteem wat we in de moderne wereld hebben, er niet meer één is waar de nationale overheid dominant is en kan uitmaken hoe er gestuurd kan worden en wat er uiteindelijk ook geïmplementeerd wordt. We leven niet meer in een systeem van government, maar we leven echt in een systeem van governance, waar maatschappelijke actoren in belangrijke mate bijdragen, kunnen bijdragen en ook moeten bijdragen, welke kant we op gaan en welke kant we op kunnen gaan. Dat zie je ook heel duidelijk op milieugebied. Toch zie je dat als er crisisverschijnselen zijn, en het verhaal van Hans Bruinings toont aan dat we op een aantal terreinen misschien niet nu in een crisis zitten, maar als we doorgaan wel degelijk in een crisis komen, in een milieucrisis. Als er crisisverschijnselen zijn, dan zie je dat een overheid wel degelijk hard kan optreden. We hoeven maar even naar de financiële crisis te kijken, wat toch altijd zeg maar het marktgereguleerde systeem was bij uitstek. Als er een financiële crisis is, dan weet die overheid daar heel goed op in te spelen. En weten ze ook radicale maatregelen te nemen. Dat zien we helemaal niet terug in de duurzaamheidsagenda. We zien daar overheden, nationale overheden met name, toch heel makkelijk achteroverlenen. Niet het voortouw nemen nog, niet de agenda zetten, niet de kaders neerzetten in de westerse wereld. En dat verbaast mij wel constant. En ik heb daar net een analyse over gedaan om dat eens te vergelijken. Nederland met andere OECD-landen. En je ziet eigenlijk overal min of meer hetzelfde verschijnsel. Niet overal in dezelfde mate, maar een afname van bijvoorbeeld het aantal ambtenaren op nationaal niveau. Afname van de zeggenschap erover. Afname van de financieringsbronnen die ze tot hun beschikking hebben. Een toenemende integratie die er plaatsvindt. Waarvan je nog zou kunnen zeggen, van, nou dat is goed. We integreren milieu in een aantal andere agenda's. En dan weten we zeker dat ook zeg maar, in de economie, in de transportsector, in de landbouwsector, milieu wordt meegenomen. Maar tegelijkertijd zien we daarmee dat echt het milieubelang inboet. En dat er eigenlijk geen nationale vertegenwoordiger meer is die voldoende sterk is om daar tegenwicht aan te bieden. Dus dat wil ik nog even, zonder dat te absoluteren, maar als puntje naar boven liften. Dan moeten we niet terugslaan natuurlijk naar een statistisch systeem. Dat gaat hem nooit worden. Maar als je gaat kijken zeg maar, hoe bijvoorbeeld in China op het moment gereguleerd wordt in het financiële systeem en de stock markets op duurzaamheidsprincipes, dan zie je dat daar toch een nationale overheid, als daar ambitie zit, als daar inderdaad ook sturingskracht achter zit, ideeën, dan kan er veel geregeld worden. In China is men sterk zeg maar, het hele financiële systeem aan het reguleren met duurzaamheidsindicatoren. Stock market partijen, mensen die hun aandeel naar de stock market willen brengen, worden eerst geassessed op een milieuperformance. We kunnen een heleboel kritiek opleveren, maar het idee is natuurlijk wel heel erg aardig. Wij zouden denk ik toch die handschoen van de nationale overheid weer eens een keer op moeten nemen, moeten omdraaien en zeggen van, zijn we daar goed mee bezig? Nou, dat wilde ik als laatste punt naar voren brengen. Ik had nog een aantal opmerkingen over globalisering en ICT-revolutie, want dat zijn denk ik terechte dingen die Hans heeft genoemd, maar die laat ik maar even zitten.
vanwege de tijd. Dank je wel. Blijf je nog even op het antwoord aan toe? Vijf minuutjes, oké. Okay. Hans, mag jou... Wil je even op reageren op het punt die... Ja, op één punt. De rest komt dan wel in de Q&A. Ik denk wat Tuur aanhaalt rond... we hebben wel die 2050 en we hebben een system change nodig. Maar uiteindelijk gaat ook radical change in kleine stapjes. Ik denk dat is eigenlijk de grote uitdaging voor 2030. Ja. Nu zeggen we gaan dit doen voor 2050, heel moeilijk. Maar als we er niet in slagen om voor 2030 te weten welke richting we moeten uitgaan, welke geloofwaardige stappen we kunnen zetten die in lijn zijn met die visie van 2050 qua investeringen, qua R&D-beleid, qua mobiliteitsdingen, energie, dan denk ik dat we collectief falen. Ja, zowel als kennisinstellingen, als beleidsmakers, als private actoren, op welk niveau dan ook. Dus voor mij is de grote, de next step is echt 2030. En 2030 is er snel. Als u innovatie wil, dan ben je er nu mee bezig. Ja? Dan ben je die nu aan het sturen. Vanuit een overheid, vanuit andere actoren. Als we dat niet op een overtuigende manier gaan kunnen doen in de juiste richting, ja, dan is mijn analyse, we're failing. Ja? En ik denk, daar denk ik dat we nogal op dezelfde lijn zitten. En ik ben er inderdaad niet diep op ingegaan. Maar daar is een overheid natuurlijk belangrijk om kaders en richting aan te reiken waarbinnen andere actoren voor een stuk de vrije ruimte kunnen bezetten en hun creativiteit en innovatief vermogen kunnen laten spelen. De overheid heeft niet noodzakelijk al dat vermogen, moet dat ook niet meer claimen, denk ik, in een moderne samenleving, maar moet wel een duidelijke richting aangeven van maatschappelijk belang. En daar is nog wel heel wat werk voor de boeg. Hè. Nog heel wat werk, denk ik. Ja. Dank. Ga ik terugzitten nu, Hans? Ja, wat je wil. Je mag ook hier even blijven staan. Misschien komen er nog meer vragen en opmerkingen. Dociel als we zijn. Ja. Arthur gaat nu weg, dus ik wil jou even bedanken voor je bijdrage. Dank voor je komst hier naartoe. En er liggen twee cadeautjes voor je op de tafel. Die mag je meteen meenemen. Het is een gecombineerd Vlaams-Nederlands cadeau. Dus we hebben gedacht, van moeten we nou die twee sprekers... De ene spreker iets over Nederland geven, dat hij mee kan terugnemen naar Vlaanderen. En de andere iets over Vlaanderen. Nee, we hebben gezegd, we gaan ze alle twee een mix geven. Dus een stukje transnationalisme, ook voor jou alsjeblieft. En veel bedankt voor je komst. En mogelijk, Arthur, kun je straks nog op de video, op het internet zien wat jouw bijdrage aan discussie heeft opgeleverd in het vervolg. Dankjewel. Goeie reis terug. En ik zag meteen een eerste vinger hier. We hebben zo'n mooie speelse microfoon die overgegooid kan worden. Je kunt hem vangen. Dus je moet even gaan staan. Daar komt hij. En dan moet ik hier een praten. Even algemeen, ik heb een tip meegekregen dat je even moet wachten voordat de microfoon weer geactiveerd wordt. Dus zodra die gegooid wordt, gaat de microfoon dicht. Even een minuut wachten, gaat de microfoon open. Die zit hier bovenop. Ik wil graag even aansluiten, vandaar mijn voordringen nu, bij hetgeen wat je in algemene termen aangeeft. Namelijk die incrementele stapjes die nodig zijn om de sprong voorwaarts te maken. Een jaar of 10 geleden was ik werkzaam bij een directie dwars door de Nederlandse overheidsdepartementen heen. De energietransitiedirectie. Bestaat niet meer, overigens. En die had bijvoorbeeld het volgende probleem. En daarmee probeer ik de volgende stelling te ondergraven, of te onderbouwen. Je ziet, ik denk te vlug soms. De stelling te onderbouwen dat je namelijk jouw pleidooi en Arthur's pleidooi om die incrementele stappen te maken moet adstrueren of onderleggen met concrete thema en vooral lokaal gebonden omstandigheden. Wat was het geval? We wilden die energietransitie ook in het verkeer maken. Je springt niet zomaar in de infrastructuur naar waterstofgas of naar elektriciteit. Zeker niet in 2006-2007. Wat kun je wel doen? Misschien aardgas gebruiken als tussenstap. Dat wilde men ook, want de luchtkwaliteit in de steden
deed ertoe. En als je nou de stationaire vloot vast op lucht of op aardgas kunt laten rijden en een netwerk van, laten we zeggen, lokale binnensteden en enkele pomp kunt organiseren en vervolgens in al die steden verschillende pompen van aardgas kunt maken, vervolgens dat aardgas als het ware in een netwerkinfrastructuur ziet ontwikkelen, dan zie je een belangrijke kwaliteitsverbetering op korte termijn en een voorloper voor de lange termijn, want aardgas kan biogas worden en aardgas kan waterstofgas worden. En je ziet in die tijd dus al die bussen ontstaan met zo'n ding op het dak. Wat was het grootste probleem? De accijns. Want daar zat geen accijns op dat aardgas. Je kon toch niet zomaar rond gaan rijden met iets wat geen accijns met zich meedroeg. In die tijd was er samenwerking tussen de departementen. Financiën had één zomertje nodig om de accijnswet aan te passen om dat voor elkaar te krijgen. Dat is nu op dit moment ondenkbaar, vrees ik. Waarom? Omdat ze snapten dat het niet om een inkomstenbron ging, maar om een stap voorwaarts in zo'n transitieproces. Je ziet hoe klein de stapjes zijn, maar hoe groot het effect kan zijn. Ja, maar de implicatie daarvan is dus dat je zegt, je moet wel een beeld hebben van het transitietraject. Domeingebonden. Om überhaupt onderscheid te kunnen maken tussen systeemefficiëntie aan de ene kant en het transitiepad aan de andere kant. Ja, en werk het domeingebonden uit. Blijf niet hangen in die algemene beginselen. Ja. Kun je op dat aspect nog eens ingaan, even Hans? Dat onderscheid tussen incrementele trajecten, systeemefficiëntie. En wanneer kunnen we nou een daadwerkelijk identificeren dat we in een transitietraject zitten? En moeten we dan even terugvertaald naar de nature outlooks en dergelijke. Impliceert dat dan niet ook iets voor de indicatoren die we gebruiken voor ons assessment? Ja, ik denk, er zijn drie componenten. Hè. Het onderscheid tussen incrementele efficiëntiewinsten of incrementele transitiepaden is natuurlijk fundamenteel. Want je gaat niet beslissen, overmorgen zitten we in een ander systeemniveau. Dat heeft tijd nodig. Hè. Dat is Tuurzen argument ook, jouw argument ook. Maar dan moet je wel heel bewust beslissen om bepaalde dingen niet meer te doen en andere dingen wel te doen. En dan moet je echt de moed hebben om te zeggen, nee, de doelstelling is niet om deze norm te halen door een efficiëntiewinst in wat we al heel goed kennen en waar de belangen sterk voor spelen. Maar dan moet je de moed hebben om te zeggen, hier gaan we heel duidelijk een andere richting uitgaan en die gaan we ondersteunend beleid voeren. Ook innovaties toelaten die disruptive innovation zijn. Ik denk dat duidelijk zo is. De vraag van welke kennis hebben we daarvoor nodig? Natuurlijk gaan we andere indicatoren en andere kennis moeten opbouwen. Hè. Een beetje de analyse die wij maken is sinds 1970 zijn we milieukennis een beetje gesystematiseerd aan het opbouwen hè, in Europa. Laat ons zeggen vanaf 75-80 op Europees niveau beter en beter. 2050, dan zitten we ongeveer halfweg nu. De vraag is een beetje of de kennisbasis van de eerste helft de kennisbasis zal zijn van de tweede helft. En wij denken ten dele wel. Je gaat altijd uw waterkwaliteit en uw luchtkwaliteit en daar kan je dan in vernieuwen hè, door crowd measurements toe te laten, citizen science, big data. Ik denk dat daar een pak vernieuwing in gaat komen ook. Maar je gaat ook fundamenteel andere dingen moeten doen. Je gaat u moeten afvragen, hebben wij indicatoren die zeggen wanneer zo'n systeem onder druk komt? Where are the cracks in the system? Ja. Dus wij hebben op dit moment een senior iemand bij ons die aan het kijken is naar die divestment movement, die stranded assets. Is dat nu een krak in het systeem of niet? Is dat een weak signal? Dat is dan het jargon. En wat doen we daarmee? Wat betekent dat? Het feit dat je meer en meer hernieuwbare energiecoöperatieven ziet, dat is een heel andere eigendomstructuur. Dat is een belangrijk deel van uw systeem. Ja? Hoe komen die aan kapitaal? Dat soort analyses gaan belangrijk zijn, denk ik, om die juiste richting voor een stuk aan te geven. Hè. Als je denkt aan het Nederlandse gassysteem, hebben we er gisteravond nog mee gelachen. Niet mee het gassysteem, begrijp me niet. Ik zou het niet durven. Maar ik bedoel, de cracks in the system beginnen letterlijk in de huizen in Groningen te komen, natuurlijk. Hè. Wat een denkproces op gang heeft gebracht in dit land, dat er wellicht 10 jaar geleden er niet zou. Dus je begint hier en daar te merken nieuwe businessmodellen. Kopenhagen. Ja? De fietsstad bij uitstek. Ik durf dat in Nederland niet zeggen, maar bon, toch een beetje. Hè?
Daar is nu een nieuw businessmodel rond elektrische wagens. BMW heeft 450 elektrische BMW's in Kopenhagen. Je downloadt een app, je moet u wat inschrijven uiteraard en je betaalt een small fee. En die zegt op welk moment, waar is de dichtstbijgelegen BMW? Ja. Dus je kan daar naartoe met een kaartje, je gaat daarin, de tijd dat je rijdt wordt. Je kan die achterlaten waar je wil, niet aan een laadpaal. Op iedere legale parkeerplaats. Je moet de parkeermeter niet betalen. Daar heeft BMW allemaal met de stad overleg gepleegd. Ja. Dat is een heel ander businessmodel. BMW zou nooit 450 van die wagens verkocht hebben in Kopenhagen op dit moment. Ja. Jonge mensen willen minder en minder een wagen. In Kopenhagen, op zijn minst. Ja. Je hebt wel de flexibiliteit. Het is een soort flexibiliteit van Uber gecombineerd met de klassieke carsharing systems. Ja. Waarbij je in een aftandse, lelijke, niet sexy auto moet stappen die je helemaal niet leuk vindt. Als jonge mens wil je in zo'n nieuw ding stappen, juist. Zo'n elektrische... Dus dit combineert allerlei dingen. Is dit het model van de toekomst? Ik weet het niet. Maar het is in ieder geval wel een model waarbij de overheid, in dit geval de Deense overheid, de lokale overheid in Kopenhagen, faciliterend is opgetreden om een aantal van de hordes die daar staan, parkeermeters, laadpalen, dat is allemaal opgelost. Ja. Dus je ziet daar een doorbraak. En ik denk dat we inderdaad die kleine stappen moeten beschouwen, niet als gewoon kleine stappen, maar als belangrijke richtingaanwijzers van wat is er nu precies veranderd waardoor die kleine stap een succes is. Want daar zijn de breakthroughs in plaats van de lock-ins. Ja. Voilà, okay. Dat was veel te lang, dat weet ik, sorry. Ja. Weet je waar je naartoe moet gooien? Daar, die meneer daar met de bril op. Voorzichtig. Hoe? En nu moet ik een minuut wachten? Nee, u kunt gewoon gaan spreken. In dat zwarte rondje bovenop. Okay. Als u even zegt uw naam en achtergrond. Tjerk Wagenaar, ja. Ik mag op dit moment leiding geven aan Natuur en Milieu. Hans, hartelijk dank voor dit verhaal. Ik kan zeggen waar het me allemaal geraakt heeft, maar dat kost denk ik wat te veel tijd. Ik wou eigenlijk voor jou een reflectie horen op het element tipping points. En ik wou dat even met twee punten illustreren. Allereerst Parijs. Je hebt het zelf al even genoemd. Ik heb gemerkt dat Parijs in heel veel opzichten een tipping point is. Omdat nu zeg maar in de top van het bedrijfsleven de vraag gesteld wordt welke investeringen doen we nog wel en welke doen we nog niet. Vraagstellingen in investeringsmanuals. Alles onder de 50 euro per ton gaan we niet doen. Wat gebeurt er allemaal? Nou, verder kan ik er nog meer over zeggen. Want de andere vraag bijvoorbeeld als ik ga naar de financiële markten. En dan praat ik bij spreken over de Nederlandse bank en hoe die acteren. Die komen met de vraag, heel acuut, afgelopen 3 weken, hoe snel moeten wij een stresstest klimaat bij de financiële instellingen gaan introduceren? Waarmee we niet alleen maar meer de analyses krijgen, stranded asset wat het is, maar het gaat over de stabiliteit. En daar zit ook weer de positieve prikkel in, dat vanuit die hoek bijvoorbeeld de vraag gesteld wordt, hoe snel komt Europa nou eindelijk eens met een verhaal hoe we richting 2030 gaan? En als daar bij spreken CO2-prijs van 50 of 100 euro per ton in zit, hup en de pup. De andere voorbeeld wat ik even wilde noemen is het voorbeeld wat je ook noemde van de energietransitie. Nou, een hele hoop hier mensen hebben hier heel veel verstand van. Maar de mensen die er dicht tegenaan zitten weten ook dat jouw hoofdboodschap onderaan zorgt ervoor dat de kennis aanwezig is wat er gebeurt, zo gigantisch urgent is. Wat we nu in Duitsland merken van hoe die transitie plaatsvindt met onverwachte effecten, zowel op het sociale systeem, en dan kun je ook doorgaan naar de aandelen van E.ON en RWE, als zeg maar in het technisch systeem, die stelt ons voor zulke grote onverwachte uitdagingen dat jouw appel rondom knowledge eigenlijk aan alle kanten gesteund mag worden. Maar kort samengevat eigenlijk met deze twee voorbeelden de vraag, tipping points in jouw denken, jouw perspectief vanuit Europa en milieu richting transities en wat ons daarbij kan helpen. Dankjewel. Ja, ik zou de twee willen verbinden aan elkaar. Ik denk dat we op dit moment op heel veel vlakken de kennis niet hebben om een deftige uitspraak te kunnen doen of een serieuze uitspraak te kunnen doen over die tipping points. Ja, ik denk dat we die kennis niet hebben. En ik denk een van de uitdagingen in ons netwerk, wij zijn een netwerkorganisatie, binnen onze organisatie, maar ook heel sterk in het netwerk van, laten we zeggen, de voorlopers in Europa rond dit soort denken, is om versneld met elkaar in overleg te gaan van welk soort kennisbasis willen we samen ontwikkelen. Ja. Wij doen dat op dit moment met een heel bewuste strategie, waarbij we
de contacten heel bewust opzoeken met netwerken waar wij traditioneel niet mee samenwerkten. Sustainable Transitions Research Network, de mensen die werken over Limits of the Planet, de mensen die werken over geïntegreerde systeemkennis en hoe je daar een basis rond kan opbouwen. Dus wij hebben daar echt een bewuste strategie rond. Een van de dingen die we vanmorgen ook besproken hebben, is welk soort netwerk van voorlopers en instituten in Europa zou je kunnen samenbrengen om eens te kijken, wat hebben we nu? Ja? Wat hebben we nu? Wie kan er iets zeggen op dit moment over tipping point? Ja? Is het feit dat 2014 het eerste jaar was dat er meer hernieuwbare energie bijgebouwd is in plaats van klassieke in de wereld? Is dat een tipping point? Of is dat gewoon een statistische vaststelling? Ja? Is het feit dat in financiële systemen een ander soort besluitvorming daar komt, alhoewel die misschien maar 3, 4, 5% op dit moment beslaat van de financiële investeringen. Misschien is dat meer een tipping point. Maar op dit moment denk ik niet dat we een echt serieuze reflectie gemaakt hebben over hoe we daarmee omgaan. Dus we hebben in ieder geval de ambitie in het agentschap niet om tegen 2050 heel die kennisbasis opgebouwd te hebben, maar wel om daar stapsgewijs rond een aantal van die kennissystemen geïntegreerd mee aan de slag te gaan. Dus wij werken nu samen met de European Investment Bank rond een aantal dingen. We hebben duidelijk ook een impactje, nooit te self-confident zijn, gehad op het Juncker Investment Plan. In de hoorzitting daar rond zat ik van voor in het parlement, naast al die investmentbankers en die institutionele actoren, en die keken naar mij. En die hadden zoiets van, wat komt die man van het milieuagentschap hier doen in godsnaam? Hè? Maar het ging natuurlijk niet alleen over de governance van die 320 miljard euro, of over de checks en balances daarin en de verdeling tussen de lidstaten. Het ging natuurlijk over de macro-sociale oriëntatie van zoveel geld. Ja? En als je een beetje consistent wil zijn en je zegt, we willen low carbon, circular economy, ja, dan kan je best wel die middelen aanwerven of aanwenden in de juiste richting. En daar denk ik, dat is ook een soort tipping point. Ja? In plaats van formalistische regels op te stellen over het besteden van maatschappelijke middelen, een veel duidelijker signaal geven van richting. Dus ik vind het een schitterende vraag, we zijn ermee bezig, maar ik heb er geen antwoord op. Ik hoop alleen dat wij kunnen bijdragen aan het voeden van het debat over de juiste vragen en daar dan incrementele stappen voorwaarts in zetten. Ja. Vervolg, achterin. Ja, ja. Leendert van Bree, PBL en Universiteit Utrecht. Goed je weer te zien, Hans. Dank je voor je verhaal. Ik haak even aan op het punt van Arthur, zijn derde punt, de overheid. Ben je het met me eens dat die transitieagenda niet vooral een stedelijke transitieagenda zou moeten zijn? En hoe kijk jij dan aan tegen die rol van die centrale overheid? Mij lijkt het toe dat de centrale overheid die steden vooral niet in de weg moet zitten, of zelfs faciliterend zou moeten optreden om die agenda juist op stedelijk niveau een succes te laten worden. Wat vind jij daarvan? Wel, steden zijn duidelijk, denk ik, heel belangrijk. Hè? Dus ik denk dat we steden ook te veel problematiseren op dit moment in Europa. Als zo de plekken waar al die slechte tendensen ook zitten. Ik denk dat we steden meer moeten zien als laboratoria van vernieuwing, waar creativiteit zit. En daar ook die stimuleren, toelaten, ook door mensen die niet mijn kleur van haar hebben en niet de noodzaak aanvoelen om een das aan te doen wanneer ze praten. Ik bedoel, daar zit zoveel jong potentieel op plekken dat we, denk ik, onvoldoende ruimte geven. Ja? Twee, ik denk dat je nooit die stad kan loszien van die centrale overheid. Ja? Een stad functioneert in een ruimte, daar is geen harde lijn rondgetrokken die interageert met wat we dan niet stad noemen, die interageert in een netwerk tussen steden, meer en meer ook globaal als het grote steden zijn. En het zijn daar overheden die voor een belangrijk deel, denk ik, bijdragen aan de randcondities waarbinnen zo'n stad kan opereren. Wat we wel merken is dat dezelfde randcondities kunnen leiden tot zeer verschillende evoluties in steden. Met andere woorden, de lokale
verantwoordelijkheid durven opnemen, de lokale visie, dynamieken in gang zetten, dat leeft wel echt. Ja? Maar ik denk dat je dat nooit kan loskoppelen van die rol van de overheid. Dat is de beperkte mening die ik daarover heb. Ja? Maar eventjes, voordat de discussie nou doorloopt. We zitten een beetje op de lijn. Ik vond de metafoor een beetje gevaarlijk. Die Arthur in het midden heeft gelegd. Hoe krijgen we vlees op de botten van de transitieagenda? Maar jullie delen eigenlijk het vraagstuk van het systemisch maken van de transities. Ja, als ik dat even zo abstract mag zeggen. Je eindigde met de vraag, in hoeverre blijft die transitieagenda in Nederland nu hangen op projectniveau? Maken we dat echt systemisch? Gaan we dat groter maken? Vertalen we dat in kennis die we organiseren, in indicatoren die we hanteren, in beleid dat zich afstemt op die transities? Het is verzoek om een soort van break, een soort recalibratie van beleid. Voorbij systeemefficiënties. Ja. Met dat vraagstuk zitten we even nu in de zaal hier, zal ik maar zeggen. Ik ben blij als daar de bijdrage in de discussie dan ook zich toe kan verhouden. Vraag. André, je had de microfoon. Ja, ik weet niet of ik zo braaf ben dat ik in dat kader stap. Ik ben André van der Zanden, de baas van het RIVM. Wat mij toch intrigeert over jouw punt van vernieuwing van instituties of van governance, van government naar governance, zoals Arthur het noemde. Hoe je eigenlijk de toekomst van Europa zelf ziet. Want ja, volgens mij is de echte discussie over Europa is ook een transitiediscussie. Want de lineariteit van de founders van Europa, die mooie curve, die is er niet meer. Ik bedoel, de tipping point wordt misschien wel dat Schengen ter ziele gaat en dat we weer nieuwe grenzen gaan krijgen. Dus ik zit ook nog een beetje met de sociaal-politieke realiteit van het fenomeen Europa en wat die in relatie tot de noodzakelijke milieu of Planet Earth transities eigenlijk betekent. Want ik ben er ook van overtuigd dat het fenomeen Europa ook in een transitie zit. En ik zou het leuk vinden van een Europeaan of iemand die daarin zit te horen hoe je daarnaar kijkt. Ik begrijp dat u dat zeer leuk zou vinden. Ik ben natuurlijk een humble civil servant. Ja? Dus ik ga een beetje een reflectie geven vanuit een persoonlijke aanvoelen daar. En niet, ik spreek nu niet als directeur van een Europese instelling. Ik weet dat je dat niet kan scheiden voor de buitenwereld, maar bon, ik doe het dan toch maar. Ja. Ik denk dat u gelijk heeft natuurlijk. Het project Europa staat onder zeer grote druk. Op heel veel vlakken. En men spreekt altijd over die economische crisis die er geweest is. Ik denk dat dat evenzeer een sociale crisis is geweest op heel veel vlakken. We hebben indicatoren, de ongelijkheid is in bijna alle landen van Europa toegenomen en behoorlijk toegenomen. Oost-Europa, West-Europa, het hoera-verhaal van net na de val van de muur. Hè. De eerste 5 jaar en de integratie staat onder druk. Hè. We zien hergroepering van landen, ofwel rond agendas van regulering of deregulering, ofwel rond agendas van visiegraad. We zien een zekere herkaveling in het debat. De vraag die ik mij stel vanuit dit soort agenda is, waar zitten op dit moment de grote kampioenen van deze agenda? Ja. Aan de positieve kant stel ik vast dat ondanks de economische crisis, de sociale crisis in Europa, al die grote agenda's die ik vernoemd heb, die zijn allemaal geformuleerd na 2007, 2008. Er is blijkbaar voldoende intellectueel kapitaal en politiek kapitaal nog aanwezig in die instellingen om dat soort lange termijn trajecten toch op de sporen te krijgen. Ik denk dat stelt mij in zekere mate gerust. Ja. Ik denk als ik vergelijk met veel andere regio's op deze planeet, dan denk ik dat we wat dat betreft ver voorop lopen als Europa. Ja. Wat ik een beetje minder begrijp is dat we daar zo weinig zelfvertrouwen uit halen. Zo weinig zelfvertrouwen. Hoe komt het dat dit cowboyverhaal, ik weet niet of dat een Nederlandse uitdrukking is, is een Vlaamse uitdrukking, een cowboyverhaal, dat deze agenda negatief zou zijn voor de economie, dat zo'n sterke, bijna revival kent. Ja? Milieuwetgeving, klimaatwetgeving, dit is slecht voor de economie. Nee.
Zoek mij een studie die kan aantonen dat dat op macroniveau zo is. U gaat ze niet vinden. Ja? U gaat ze niet vinden. Ja? Dit gaat over de toekomst. Dit gaat over de toekomst die Europa heeft. Hier zijn we concurrentieel. Hè? Er is een goede analyse gemaakt. Waar zijn we concurrentieeler dan Azië en dan Noord-Amerika? Het is hier. Ja, in dat veranderen naar een ander soort economie. Natuurlijk zijn we meer en meer een klein continent op globale schaal. Hè, de appendix van Eurazië, hè, als je het zo wil noemen. Maar kunnen we niet het soort Silicon Valley van de economie van de 21ste eeuw worden? Kunnen we geen ambitie putten uit het feit dat we verdorie de enige regio zijn die Kyoto heeft uitgevoerd? Kunnen we geen ambitie putten uit het feit dat we de enige regio zijn die die absolute ontkoppeling op een aantal vlakken gerealiseerd heeft? Kunnen we geen ambitie en zelfvertrouwen putten uit het feit dat e-driving, dat de enige plekken op de planeet waar dat enige tractie begint te krijgen, hè, pun intended, dat Europa is. Ik moet eerlijk zeggen, het wervend verhaal daar rond, ja, dat mis je voor een stuk. Ik vind het een fantastische periode om rond dit soort thema's te werken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb meer optimisme dan 5 jaar geleden dat we het energiesysteem gaan kunnen omgooien, dat we het transportsysteem gaan kunnen omgooien, omdat ik cracks in the system begin te zien die ik 5 jaar geleden niet zag. Over het meer algemeen Europese verhaal, ja, als ik was gisteren in Brussel, hè, ik ben morgen terug in Brussel om te werken, als je daar door die gebouwen loopt en je ziet de namen van al die grote Europese vaders, want er zitten weinig moeders bij, helaas, het is zo, hè. Als je al die namen van al die vaders ziet, ja, dan vraag je je wel af. Sommige daarvan zouden zich misschien omdraaien in hun graf als ze sommige van de debatten vandaag horen over de toekomst van Europa. Een laatste anekdote daarop. Ik was twee maanden geleden, in het Britse parlement, ja, om deel te nemen aan een debat over de Brexit. Ze hadden mij daar uitgenodigd als expert, ja. En de kernvraag was de volgende. Kan u zich voorstellen dat wij onze eigen milieu- en klimaatwetgeving zouden maken? Uiteraard kan ik me dat voorstellen. Ik bedoel, daar heb je niet zo echt bijzonder veel voorstellingsvermogen voor nodig. Dat heb ik niet gezegd, tussen haakjes. Maar bedoel, je kan... De Noren doen dat, de Zwitsers doen dat. Die kennen we goed, want die zitten in het EEA. Ik zeg, dat is, de vraag is niet of je dat kan doen. De vraag is of dat de meest intelligente keuze is. Want de Noren en de Zwitsers zijn mee van de beste implementeerders van Europese wetgeving, maar ze hebben daar geen enkel zeggenschap in. Zeg, als jullie denken dat dat de betere keuze is van te implementeren wat wij dan met 27 afspreken, en ik zeg, dan kan ik mij dat bijzonder goed voorstellen. Ja? Maar dus, dat soort debat, ja... Ik vind dat wel een moeilijk debat, eerlijk gezegd. Om daar optimistisch te blijven, ja. En cracks in the system kunnen ook vaak aanleiding zijn voor een goede reset. Ja. Dat geldt natuurlijk ook voor Europa. André. André Klonneres, VR. Bedankt voor het even bevlogen als overtuigend verhaal. Ik kon me daar heel erg in vinden. Eén punt wou ik er even uitlichten, wat ik ook nog wil benadrukken. En daar wil ik ook een vraag over stellen. Behoefte aan consistentie en coherentie. En de opmerking daarbij dat we dat eigenlijk op dit moment niet zo goed doen. Hè, als het gaat over de governance en ook de politieke kant daarvan. Je zou natuurlijk kunnen zeggen dat kun je oplossen door de politiek een beetje te excluderen. Hè, want die staat onder de druk van al die dagelijkse hypes. Tegelijkertijd gaat dat natuurlijk niet lukken in een democratie. Dat moeten we ook niet willen. En de vraag is dan, kunnen we wat betreft de checks en balances die we hebben, wat betreft misschien de wijze waarop we het openbaar bestuur organiseren, de wijze waarop we politici misschien juist engageren, betrekken, misschien wat meer dwingend betrekken bij die lange termijn aanpak, die lange termijn consistentie, kunnen we ons daarin verbeteren? Waar zou je dan aan kunnen denken? Hoe gaan we dat doen? Tja, ik wou dat ik het antwoord kende, eerlijk gezegd. Ik zal praten vanuit een kennisinstelling, want dat is, ja, dat is mijn specialiteit, zal ik maar zeggen. Dat is ook mijn verantwoordelijkheid. Ik denk een van de verantwoordelijkheden die we niet zo goed hebben opgenomen, misschien collectief, vanuit kennisinstellingen,
is om ons verhaal te brengen op een manier die eigenlijk maar een heel, heel, heel smal publiek aansprak. We hebben onszelf gemarginaliseerd, ja, door te focussen op microgrammen en op ppm's en op NOx en SOx. Er is geen mens die weet waar het over gaat. Hè. Fijnstof 2,5 of fijnstof 10, ik kan geen een van de twee zien. Ja. Dus ik denk, we moeten ons verhaal veel maatschappelijker inbedden. Anders kan je bijna a priori die laag niet bereiken en ook de bevolking niet bereiken. En dat is één ding, volgens mij. Ten tweede denk ik dat we heel vaak met kennis gekomen zijn die ofwel alarmistisch was, ofwel vooral de soort ja, negatieve problem-focused kennis was. Terwijl dat wij nu aan het proberen zijn om te zeggen, ja, de toestand is ernstig, maar niet hopeloos. Ja? Want we hebben een perspectief. Er zijn 1001 dingen die we samen kunnen afspreken om te doen en daarmee gaan we voor een stuk sprongen vooruit kunnen maken. Ook dat denk ik dat we te weinig gedaan hebben collectief. En een derde ding waarvan ik zelf vind dat ons type instelling misschien te weinig de focus opgelegd heeft, is het aankoppelen met het specifieke, met de grote specifieke beleidsopties en dat taalgebruik. Ja? Als ik hier spreek over het 7e milieuactieprogramma, Living Well Within the Limits of the Planet, ik gebruik dat iedere keer opnieuw in Brussel. Ja? Iedere keer opnieuw. Waarom? Dat is het Europese programma dat alle instellingen bindt. De lidstaten, het parlement, de commissie, iedereen. Ja? En sommige mensen zeggen dan, u neemt de titel van ons actieprogramma wel echt ernstig. Ja, dat is ook mijn taak. Ja? Het is uw actieprogramma. Mijn opdracht, die staat in mijn contract en mijn regulering, is dat ik u moet ondersteunen met beleidsrelevante kennis om u op weg te helpen om dat op een betere manier te doen. Gebruik wat er is om mensen continu op hun verantwoordelijkheid te wijzen ook, en op de beslissingen die ze genomen hebben. Dit is niet zomaar discours. We zijn toch de Europese bevolking niet voor de gek aan het houden, samen. Wij beloven vandaag de dag dat een jong meisje dat vandaag geboren wordt, tegen dat ze 35 jaar is, en dan ben je nog een spring chicken, hè? Tegen 35 jaar, dat die jonge meid gaat leven in een circulaire economie, in een koolstofarme samenleving en met sterk natuurlijk kapitaal. Ik denk dat we beter aan de slag gaan, want er is nog veel werk. Hè? Maar ja, ik bedoel, dat soort dingen. En dat mogen we. Dat is onze taak, dat is onze opdracht. En daarmee zeggen we niks verkeerd. Wij blijven volledig binnen het institutionele beleids- en politieke kader. Want dat is wat men belooft. Ja? Dat is de visie. En ik denk, dus op die vlakken kunnen we een stuk beter. En wat dat betreft denk ik ook dat Nederlandse instellingen de laatste jaren enorme sprongen gemaakt hebben waar wij ook van leren. De visualisering van resultaten, de communicatie in dit soort termen. Ik denk dat Nederland daar voor een belangrijk deel ook voorop loopt. Als je het State of the Environment rapport van de US EPA bekijkt, ik denk dat er geen 5000 mensen zijn die dat begrijpen. Hè? Want dat is allemaal technisch. Technisch, 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 technisch. Ja? Trendlijnen, ingewikkelde grafieken. Wij staan wat dat betreft ook, denk ik, wel een stuk verder. Ja? Wietske ter Veld, oud milieukundedocent met enige politieke ervaring. Ik behoor tot de groep die uit wanhoop maar besloten heeft het bij de rechter te zoeken. Dat gaat niet altijd goed, maar we worden toch wel ietsjes gelukkiger. En dat het lukt bij de rechter hangt natuurlijk weer af van wat Europa aan regels heeft gemaakt. En in uw verhaal miste ik dus deze, nou ja, wanhoopsroute, zeg maar. Ik ben blij dat u wanhoop miste in mijn verhaal, want ik ben van nature een erg optimistisch persoon, moet ik zeggen. Anders zou ik wellicht niet zo lang in deze discipline werken. Maar uiteraard ben ik mij bewust zowel van de zeer visuele case Urgenda en de klimaatzaak in België. Ik ben daar van op de hoogte van wat er gebeurt. Daarnaast heb je natuurlijk het reguliere circuit van op Europees niveau infringements en dingen die voor het Europees Hof komen. En op nationaal niveau heb je
allerlei netwerken die, of instellingen die dat doen. Daar zijn ook Europese netwerken rond. Hè. Dus een van de uitnodigingen die ik toevallig, en het is echt toevallig, vorige week gekregen heb, is om de environmental prosecutors, de environmental judges, het IMPEL-netwerk, een aantal van die netwerken in Europa die met elkaar in overleg gaan over hoe ze het rechtssysteem kunnen hanteren om die implementatie en die compliance te ondersteunen, hoe wij met ons type kennis en ons verhaal, hoe wij daar een ondersteuning kunnen brengen. Dus we hebben daar een connectie mee, maar ik hoop dat dit ultieme middel niet het enige middel blijft om de zaak vooruit te helpen. Hè? Want je hebt daar natuurlijk ook de rare kantjes aan. Hè? Dit kan een NIMBY, een middel zijn om NIMBY-toepassingen te krijgen, of NIABI, hè? Not in anybody's backyard. En het eindigt uiteindelijk met banana. Hè? Build absolutely nothing anywhere near anybody. Ja, dat lijkt me nu niet waar we naartoe moeten. Hè? Dus, ja. Ik kijk even rond. Nee, zijn we langzamerhand? Daar is... Oh ja. Dan ga ik proberen te gooien. Sorry als het misgaat. Dankjewel. Ik ben Elmer Teunen en werk bij het ministerie van Economische Zaken. Wat ik merk is dat er is bij ons ontzettend veel beweging en reuring, met name rondom de energietransitie. En we zitten eigenlijk met z'n allen een beetje met de handen in het haar. Er wordt ontzettend veel geïnnoveerd. Maar we hebben eigenlijk niet de middelen om te beoordelen van wat zouden nou eens innovaties kunnen zijn waar we wat aan gaan hebben. En zijn jullie nou ook bezig om daar een soort indicatoren voor te ontwikkelen? Want dat zou ons waarschijnlijk enorm helpen. Het eerlijke antwoord is op dit moment... Nee, wij zijn niet bezig met innovatieindicatoren te maken. Daar gaan anderen over in Europa. Maar ik vind dat we wel een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben. En daar hebben wij een initiatief genomen ongeveer 2 jaar geleden. Ook die kennis rond dit soort dingen in Europa was nogal gesegmenteerd. Hè. Wij hebben de aanpak gemaakt van de European Environmental Knowledge Community, waar we een aantal van de grote actoren samenbrengen, die rond een aantal van die doorbraakkennisdomeinen trachten om samen ook een strategie uit te schrijven, daar samen aan te werken. En dit helpt. Hè? Dit helpt. Rond die innovatie en financiering daarvan trachten wij bijvoorbeeld samen te werken met de investeringsbank ook, hè, waar men dat soort dingen ondersteunt. Maar ook daar hebben we nog een hele weg af te leggen natuurlijk. Hè? Dus vandaar dat we ook co-creation of knowledge. Ja. We gaan het samen moeten doen en we zijn er niet. Hè. Ik heb hier op geen enkele manier geclaimd van kijk maar naar ons, wij zijn het lichtend voorbeeld. We weten het niet. Maar als we niet de juiste vragen stellen, dan gaan we het waarschijnlijk nooit weten. Hè. Kun je iets in het traject naar 2020, hè? Want je hebt gezegd aan het eind van je lezing, wij willen in 2020 een rapport uitbrengen. Wat op een aantal aspecten drastisch afwijkt van het 2015 rapport. Want het 2015-rapport is eigenlijk nog te veel een klassiek indicatorenrapport. Ja. We willen naar een soort van transitierapport toe. Dus we willen echt naar een beeld van hoe ver zitten we nou in transities. Oké, je hebt de indicatoren nog niet, want er is een netwerk op zoek naar. Ja. Maar kun je iets van een tipje van de sluier oplichten van het soort van indicatoren waar je dan naar op zoek bent? Waar ben je naar op zoek? Wel, ik kan u zeggen een aantal van de trajecten waar we op aan het werken zijn. Hè. Op dit moment is er iemand bezig rond... die divestment movement bijvoorbeeld. We zijn een rapport aan het schrijven over investeringscycli in het energiesysteem en of die compatibel zijn met die decarbonisation trendline. Hè. Want anders krijg je stranded assets. Dat zou onder andere ondersteunend moeten kunnen zijn voor diegenen die beslissingen nemen over investeringen en financiering daarvan. Dat zijn dingen die we 5 jaar geleden niet zouden geschreven hebben. Dat betekent dat je op zoek bent naar systeemanalyses. Dus meer systeemanalyse, maar ook de verbinding leggen met die elementen in die systemen waarvan wij denken, daar zitten voor een stuk de lock-ins. Ja? De lock-ins. En een lock-in, dat klinkt negatief, het is het ook, hè, als die niet duurzaam blijken te zijn. Een van de bijkomende vragen, en daar is onder andere iemand als Ben Cashore, dat is een prof op Yale University, hè, daar in de School of Environmental Science nogal mee bezig.
Kunnen we niet die mechanismen op zich ook begrijpen om misschien die mechanismen te gebruiken om duurzame lock-ins in systemen te zetten? Ja? Bijvoorbeeld, welk type van methode gebruik je in grote investeringssystemen om duurzaamheid van in het begin mee te nemen? Ja? Ook in uw kennissysteem, als ik denk aan universiteiten en welke weg die vaak nog af te leggen hebben. Ik heb 25 jaar zelf in een universiteit gewerkt. Economie, ja? Eerste les. Wat leert u? Er zijn 3 factoren van productie. Ja? Kapitaal, arbeid en land noemden we dat vroeger. Ja? Natural resources. Ja? Wat doet u dan vervolgens in bijna alle universiteiten in Europa? 4 jaar laat u mensen studeren over kapitaal. Ja? En de zwakste over arbeid, die doen HR, hè? Dat is zo'n beetje minder. Ja? En in het laatste jaar hebt u een keuzevak over milieueconomie. Ja? Dat is natuurlijk onzin. Ja? Dat is toch geen keuze meer? Dat is een fundamentele uitdaging die het zou van in het begin daar moeten inzien. Hoe komt het dat we dat niet geïntegreerd hebben? Dus we moeten ook mensen opleiden die dat soort ding niet erbij nemen, maar die dat als een uitgangspunt nemen. En dat geldt ook op het vlak van ingenieursopleidingen, waar men dit soort randvoorwaarden niet moet nemen in het vak environmental engineering. Nee, het is een basisvoorwaarde waaraan u zal moeten voldoen in de 21ste eeuw. En op heel veel vlakken zijn we daar mee bezig. We reach out. Hè. We zijn onder andere in samenwerking met PBL en ook geïnspireerd door PBL in alle duidelijkheid bezig met een rapport over voedsel en landbouw en milieu-impact in Europa. Dus we zoeken echt voor partners en voor innovatieve kennis waar we verder mee kunnen springen. Ja. En dus we hopen een ander rapport te schrijven. Nou ben ik de microfoon kwijt. Waar is die gebleven? Wie heeft hem in zijn zak gestopt? Daar is die. Ja, dag. Mijn naam is Sigrid Hettinga. Ik ben eigenlijk voornamelijk benieuwd naar uw idee over uw visie op hoe de internet en de IT effect heeft op de economie en op onze samenleving. En hoe je dergelijke ontwikkeling die niet vanuit beleid beïnvloed wordt, maar juist vanuit de markt, hoe u die mee gaat nemen in het idee over de toekomst en wat dat voor weer effect heeft op het beleid wat in Europa gevoerd zou moeten worden. Ik ga er heel kort op antwoorden, omdat ik denk dat we daar in alle eerlijkheid moeten zeggen dat we daar nauwelijks of niet mee bezig zijn geweest. Ja? Langs de ene kant heb je natuurlijk de studies die zeggen sinds het internet zo is doorgebroken, gaat zoveel procent van ons energiesysteem naar dat internet. Ja? Dat is spectaculair, onwaarschijnlijk veel. Langs de andere kant heb je degenen die spreken over de smart grids en de smart metering. En dat als deel van de oplossing, de zelfrijdende auto. Ik bedoel, dit is een debat dat heel veel richtingen uitgaat. Er is een nieuw boek uit over de impact van het internet op de samenleving en vergelijk dat met de doorbraak van de industriële revolutie en de uitvinding van het wiel. Ja, dat zijn de 2 vergelijkingen. Dus één ding als sociale wetenschapper daar, wat mij het meest frappeert, hè, is dat vriendschap, wat vroeger een puur sociaal begrip was, ja, is nu een sociaal-technologisch begrip geworden. Jonge mensen hebben geen concept meer van vriendschap of vriendenkringen zonder technologie die daartussen komt. Ja. Hoe kan ik nu met mijn vrienden afspreken als ik niet dat ding heb? Ja, we hebben dat altijd gedaan. Ik bedoel, maar zo fundamenteel gaat het. Hè? Tijd, ruimte, vriendschap, heel fundamentele dingen in de samenleving hebben een compleet andere betekenis gekregen. De hybridisering van de samenleving, die we ook meer en meer in mensen zelf vinden. Hè? Meer en meer mensen hebben stukken technologie in hun lijf ingebouwd of zijn daaraan verbonden. Dus uitermate fundamenteel. Ik moet eerlijk zeggen dat rond ons soort vraagstukken wij hebben daar nog niet echt veel rond gedaan, om niet te zeggen heel weinig of bijna niks. Ja. Maar het is een punt dat ik zeker ga meenemen. Ja. Oké, gegeven de tijd. Ik wil afronden, want ik denk dat we langzamerhand toe zijn aan de borrel. De spreekwoordelijke borrel. En, tijdens die borrel kan nog informatie uitgewisseld worden en je bent nog eventjes hier. Ja, ja. Heel kort, ik hoop dat er ook een echte borrel is en niet alleen een spreekwoordelijke borrel.
Ja. Komt goed, komt Hans, goed, komt goed. Dat was toch niet de afspraak? Nee, nee, nee. Komt goed. Ja. Ook voor jou zometeen een klein bedankje in fysieke zin. De twee boeken, de Vlaams-Nederlandse verbinding. Een boek van eigen product van PBL, de ruimtelijke metamorfose over Nederland. En misschien iets wat je ook kan helpen in het vinden van de weg in Vlaanderen. Vlaanderen van boven, mooie foto's van het Vlaamse land. Prachtig. En er zijn af en toe politici in Nederland die willen wat meer Belgische toestanden in Nederland. Misschien dat dat fotoboek kan helpen om te kijken of dat wel zo gewenst is. ik wil iedereen bedanken voor de komst. Ik wil iedereen bedanken voor de bijdrage en de discussie. Wat ik overhoud is, dat vond ik toch wel bijzonder indringend. We hebben een soort van idee dat we via economische ontwikkeling tot verduurzaming kunnen komen. En je hebt bijzonder hard, denk ik, hier neergezet dat dat niet de weg zal zijn. Er zal een meer directe weg richting verduurzaming nodig zijn om die ecologische ontwikkeling die nu aan de hand is, stevig op de een of andere manier bij de kop te pakken. En het tweede wat ik meeneem is systeemanalyses. Dus de analyse zal eigenlijk van het niveau van individuele indicatoren veel meer moeten gaan naar samenhangen, interdependenties, hoe de systemen werken, om vervolgens van daaruit dan te komen tot opgaves. Die nemen we mee. Dank nogmaals voor je komst. Dadelijk, ja, de borrel en de goede reis terug naar Vlaanderen. We zien elkaar bij de volgende PBL Academielezing later dit jaar. Dank u wel. Ja.